kijken of de rechter er online komt. YouTube. Sending data. Even kijken of dat goed komt. Ja, het is altijd wat met dat geluid, hè. Man. Ja, het duurt de verkeerde link. Ach ja. We zijn terug met geluid. Hallo. Hopelijk. Hallo. Even kijken, de chat terug openzetten. Als het goed is, is het nu wel geluid. Want ik was zo mooi nog eens dit aan het doen. Hop. En zo. Dat zo, ja. Volgens mij moeten we nog de controller bouwen eerst. En dan gaan we aan de tv beginnen. Even kijken of de chat werkt. Ja, als het goed is wel. Twitch is online. En YouTube is, als het goed is, ook terug online. Even kijken. Ja. Yes. Oké. Zo. Het is het laatste van dit boekje nog, hè? Ik weet niet. Ik heb het laatste stuk klaar voor je. Dank je wel, even checken. Wat wilt jij doen? Wilt jij de controller doen? Maakt niet uit. Even zien, de chat doet hij het. Wacht, ik ga even switchen van beeld. Ja. Hehe, het is warm vandaag. Man, het is warm. Maar ja, we overleven het wel, hè. Ja. Mocht je even. Het is goed. Ja. Mag ik snel even aan de kant zetten. Character packs. Even checken. Een beetje normaal dit, want het is vandaag warm voor iedereen, denk ik. Ja. Kijken of de chat het ook iets. Denk ik wel. Ja. Dag, kijk eens, het is in orde. Dag Fons, hallo. Ja, dag, altijd zijn al die problemen met geluid, hè. Maar ja. We zijn weer vertrokken. En gaan we zien hoe ver we vandaag weer komen, hè. We krijgen al onmiddellijk mooie printed tiles. Yay. Hey Kioni, dag Jelle en Nancy. Welkom. We gaan weer verder naar vandaag, hè. Altijd hetzelfde met die amateurs als die willen opstarten, hè. Dag Arne, hey man. Alles goed, jong. Deze. Toffe tiles. We gaan weer wat nieuwe dingetjes komen, hè. Ja. En, wilt jij een eerste stap? Is goed. Ja. Man, ik vind het warm. Maar we hebben lekker verfrissing. Dus, hey Wim, goeiedag. Goedenavond. We gaan weer verder aan de Nintendo vandaag. Ik ga heel even checken. Want YouTube doet een beetje vervelend. Maar volgens mij zijn we er wel. Dus even kijken. Ik heb ook de chat terug van YouTube even openzetten. Want dat was vorige keer al een probleem. Even kijken of het nu werkt. Ja, als het goed is, zou dat nu werken. En hier gaan we de chat nog apart openzetten. Nieuw venster. En als het goed is... Ja, gefixt inderdaad. Ja, Romy, ik zie inderdaad de chat van YouTube nu apart. En ik kan eens even checken, want ik heb gewoon de chat langs elkaar. Dus dan kan ik daar ook wel zien wat er binnenkomt. Want ik zie inderdaad dat YouTube wel commentaar krijgt, maar Restream het niet binnenkrijgt. Dus ik ga procederen, jong. Dus dat moeten fixen. Hey, David. Hey. Ja, andere sponsor vandaag. Heel even. Dus lekker weertje. Af en toe een Desperados. Hè. Kunnen. Aangezellig. Zeker, ja. We gaan nu de controller maken. Die vind ik best goed gelukt. Ik heb alleen zo'n paar dingen waar ik zo'n idee heb van... Hadden ze misschien nog dit kunnen doen, maar... Ik heb al zitten zoeken. Waarschijnlijk ga ik hem toch zo laten. Of ik hem misschien zo nog aanpassen, maar... Ze hebben eigenlijk zo'n best gedaan, dus... Ja. Maar blijft toch een tof ding eigenlijk. Hè. Ik ben nog altijd content. Ik heb nog altijd stickers niet geplakt. Gaat nog wel gebeuren. Gaat het gebeuren voor deze. Ik weet wel niet of ik het vandaag ga doen. Ah. Even zien of hij hier... Ja, komt goed. Yes. Maar warm, hè, alle. Haha, Andy heeft hem al klaar, ja. Ik had het gezien, ja. Je hebt veel tijd, geloof ik, hè. Ik heb vandaag gewoon moeten werken, like iedereen. En ik wacht gewoon... Dat ik beloofd dat ik ging wachten, dan wacht ik ook, hè. Is het al toch? Die bij? Ja. Right. Wat heb je allemaal aangevangen voor de rest? Ook allemaal aan het werk of gewoon vakantie? De meeste vakantie zeker. Wow. Ik
ik heb vanaf vrijdagmiddag heb ik vakantie. Jee. Maar ja, vakantie was vakantie. Ja, altijd wat te doen. Ja. Tja. Ja. Ja, nee. Altijd wel iets te doen, hè. Hé, hey Sarah, goedenavond. Het is weer ready. Oeh. Ik heb de pneumatic hose. Dat is die dikke. Pakt wel veel strekt stof aan, merk ik. Zo, dat is wel een beetje... Een klein beetje stof dat er ook maar ligt. Dat pakt alles aan. Nee. Ah ja, dat is een tand. Heel veel. Ja. Ja, echt superveel. Zo. Alleen zo dit heb ik gepoetst. Zo. Dat vlakt niet. Nee, grapje. Nee, maar dat, die, vooral die rubberen hoses, die pakken echt, die trekken echt veel stof aan. Oh. Nice. Het is wel een korte kabel, hè, man. Als je zo echt over een Nintendo moet spelen, het is heel kort bij de console gaan zitten. Hey Thomas, ja, dat is de nieuwe, dat is de NES. Ik ben zaterdag met de andere gekken gaan aanschuiven in Weinigem. En ik wou hem absoluut hebben al. En ja, dat is dat tof om het live te bouwen, hè. We zijn er zondag aan begonnen. De console is al af. Ik ga nog even laten zien. Ja, ik ga het nog één keer doen, hè. Het klapt ze mooi open en dan zo. Oh, dit, hè. Dit is echt... Dit systeemje, dat is echt... Dat overwint alles, hè. Ik heb het gevoel dat het er niet... blijft via Facebook hangen. Ik ga eens heel even kijken. Even Facebook. We zullen eens checken. Als het goed is, lost zich altijd na een tijdje weer even op. Want het is net alsof dat er opstart perikelen heeft. Eens kijken, hè. Ja. Maar. We gaan even zien of het lukt. Ah ja, de Child in the Mandalorian. Hij is ook aangekomen. Vandaag? Gisteren. Ja. Dus, maar ja, je weet het, ik verzamel ze zo in de doos. Misschien dat toch nog een van deze weer een extra gaat scoren. Nog eens. Dat we hem ook kunnen bouwen, hè. Dus, ja. Hey, Gino. Ja, ja, die is echt... hij is iets kleiner. Zo 2/3 van de grootte. Maar, ik voel dat hij er feller in moet. Maar... Even eens kijken. Ja, niet nee, nee, denk ik niet. Maar in principe staat het ook wel wat erin. Ja, op de rekening staat het wel. Ja. Ja, aan die kant komt nog iets van te. We gaan het zien. We gaan het zien. Maar als goed is, zou dat nog eens moeten gaan passen. Zwarte pinnetjes. Zo. Ja, Wim. Nee, ik zie alleen maar gekken, maar ik zag mezelf veel in de ramen van de andere winkels. Dus ik noem mezelf een van die gekken. Ik was al goed op tijd, maar... Ja. Ah, een counter, ja. Voor dat klikske. Die counter was al een plof, denk ik. Hè. Want dat ga ik nog wel dikwijls doen. Ik moet zeggen, ook de jongste twee zonen, die hebben er ook een paar keer komen testen. Die zijn ook al verslaafd aan het klikske, dus... Heb jij kliks al gedaan? Ja. Ah oh, ja. Dat jij weer. Nee, maar weinig was druk, ja, zaterdag, hè. Ik stond, ik dacht al van, ik ga goed op tijd. 9:30 was ik ongeveer, denk ik, in het shoppingcenter. En ik zag zo'n paar mensen al staan voor de winkel, dus ik denk, ik ga toch maar in de rij staan. Ja, maar goed, want 10 minuten voor de winkel open ging, stond de rij al flink lang. Natuurlijk ook allemaal zo 1,5 meter tussen, dus dat toont dadelijk ook wel wat langer, maar... We waren bij de eerste binnen, dus we waren zeker dat we een setje hadden van de NES. Erop zetten. Oh ja. Ja, dat begint al bekend aan te voelen. Wat grote toch. Ik moet zeggen ook de... Wacht, oe. Heb ik mij niet gelezen? Oei, ik zie het niet. Ja, ik zie het wel. Ja. Wat moet ik zeggen? Wacht, ja. Ja, vast. De controller is 1-op-1 in plaats van deze is ongeveer 2/3 denk ik van de originele Nintendo. Maar de controller is wel 1-op-1, niet zo echt even. Ja, het was gezellig drukken we met een auto. Ja, ja. Boah, en man, dat was nog nu is de eerste van die warme dagen. Dat gaat nog wat geven hoor. Oh. Maar, we moeten er maar aan wennen. Maken. Ik kan het boekje hier omhoog. Ik kan het meer hier bouwen. Oh, dit is beter, want dit is zo'n weerkaatsing. Schrijven, hè. Yes. Alright. Yes. Mijn tour. Of dan moet ik het heel blad afmaken? Welk, dat? Oh, man, doe maar. Ja, omdat ik u daar zag kijken. Ja, doe maar.
blijf nog altijd enthousiast door reset. Oneven breed. Oh, cool. Oh, met de plate 3 gereden plates. 1 al 1 en 1 al 2. Yes. Ik zit al dagenlang met dat deuntje in mijn kop nu. Hè. Ik ga er ook niet meer uitgaan, denk ik. Hoe zou dat komen, ja? Ah ja, ik heb goed nieuws. Keoni vooral. Er is een onderweg, hè, jong. In elk geval, de starter set komt er zeker aan. En waarschijnlijk nog een uitbreiding of twee. Binnenkort, ik hoop dat het snel aankomt, kunnen we dit echt gaan testen. Het spel zelf dan ook, hè. En ook zien wat Mario op de tv straks gaat doen. Hey Arvid, goeiedag. Arvid de Slim, die kijkt via twee kanalen volgens mij. Dus okay. Maar als het goed is, de YouTube-chat heb ik nog apart opengezet. Zodat ik die zeker ook meekrijg. Ik heb nog altijd niet gevonden waar het dan ligt dat die eigenlijk niet samen bij de andere chat komen. Nee, ik heb hem niet besteld. Haha. Nee, ik ben uitgenodigd voor iets voor binnenkort. En dat heeft te maken met de Mario sets. Maar binnenkort meer erover. Nog even spannend houden. Hè. Nee, maar er is wel sowieso de starter set komt eraan. En ik denk nog een uitbreiding of zo ook minimaal. Maar dan binnenkort gaan we daar iets leuks mee doen. Dus spannend. Nee, maar ik zal maar genoeg spam en reclame maken voor wanneer dat is. Maar het wordt wel iets tof. Dus ik heb hem niet zelf moeten bestellen. De valreep komt er gewoon automatisch naar mij toe voor wat er gaat gebeuren. Spannend, hè? Nog een emotietje erop, zwart. Ja. Dat is maar chance dat ik hem nog juist niet zelf had besteld, want anders had ik hem dubbel. Maar ja, dat is ook niet zo erg, hè? Maar ik ben benieuwd vooral die parts en zo wat erbij zitten, hè? Die nieuwe dingetjes. Of daar toch eens wat mee experimenteren. Oh, maar dat geeft niet, jong. Kijk, nee, dat geeft niet het plagen. Dat hoort erbij, ja. Dat mag. Ik heb nu liever, hè? Tuurlijk. Hè? Ik zie iedere avond de stad. Kioni die plaagt mij op. Sst, is hartig, jong. Niet verklappen. Nee, dat kunnen we wat tegen. De beer van een vent, hoor. Ja. Zo'n klein hartje. Voor alles om Lego gaat. Ik wil het nu. Ik wil niet wachten. Nee. Als het moet, kan ik geduld hebben. Maar het moet niet altijd. Dus dat is ook wel goed. Dat is weird. Dat is raar. Is het zo? Ja, whatever. Dat klopt toch? Dus, Oh, de mooie tiles. Dat is de mooiste al, hè? Ik ga hem even bekijken. Kijk eens, man. Zo moet het, hè. Gewoon tiles, print erop. Geen zeik. Oei, mag je niet zeggen zeker? Geen geplas. Geen gedoe. Met stickers. Pardon. Maar deze ga ik toch op die andere manier waarop het op kan. Zo met zeepsopje zo. Dat ga ik eens testen voor deze. Ja. Dag Ingeborg, welkom. Hey, dankjewel Pancake Studios 200. Ja, is inderdaad, ja. Juist 200 op YouTube kanaal. Dus dat is wel tof, hè. Kunnen we. Ah, en ik ben al 4, hè. Yay. Nee. Hey Dimitri, dag. Nummer 1, yes. Zit jij dan nummer 2? Nee, je zit ook. We zijn samen nummer 1. Ik wist niet dat we nummertjes hadden. Oké, maar you're number 1, zegt hem. Ja. Leuk. Leuk, hè? Leuk. Ik was even aan het kijken of ik alles heb. Ik denk het wel. Mag geen foutjes maken? Nee, komt goed. Misschien. Als je foutjes maakt, maak we erachter goed, hè. Ja, wacht. En nu ga ik wel zo weer een beetje. Streamend, maar eens terug. Ja, af en toe. Ik kijk ook altijd de Lego-logo's dat die mooi naar boven staan, als het kan. En dat kan hier, dus dat is mooi. Het zijn wel trouwens mooie tiles hier met die hoekjes in. Maak het zo net af dat je toch die grijze rand hebt. Rond de knopjes zo, hè.
zeggen ook, het voelt al vertrouwd zo. Ja. Hè? Zo. Essen, nee, daar is hij volgens mij nog niet geweest. Nee, Essen nog niet, nee. Ja, Sarah, soms blijft het even hangen. We moeten even zien of het weer mee gaat vallen. Ja, ik vorige keer ook in het begin vooral. En dan ging het weer ietsje beter. Dus we hopen het beste erop. Ik denk dat ik ook eens toch een van de twee routers hier in de buurt ga zetten. Dat dat al zeker geen probleem is. Maar ja. Het is wel even alles last van de warmte. Kan ook. Wie niet? Oeh, wat best. Hier hebben we weer die mooie nieuwe 2x6 tiles. Die zijn echt huge. Maar gaan wel heel goed van pas komen voor andere dingen. Die ook nog, ja. En dan een van mijn enige puntjes van kritiek natuurlijk. Maar ja, ik snap het wel, omdat de grote lineair is. Ja, die gap hier van die ene tiles, hè. Ja, dat uitstuk. Maar het stoort niet helemaal. Want ik heb al zitten kijken of ik het zou beter kunnen. Maar ik denk dat het beste zo gaat laten. Dus, hey, alle dag. Ja, dat af en toe bouwen samen. Hè. Ook toffe setjes die ze sowieso wel eens graag meebouwt. Bouwen die ze ook graag, hè, mevrouw? Hè? Ja. Ja. Maar soms zit ik hier ook alleen, hoor. Maar het is altijd gezellig met twee. En als dan mensen niet te veel tegen mij praten, kan ik tegen haar zagen. Maar kan ik zeggen. Ik heb mij al lang genoeg, dus je kunt er al tegen. Of zo. Ja, gelijk vorige keer iemand vroeg, hoeveel filtert je daarvan weg? Ja. Ja, Robert, dankjewel. Ik zal daar eens kijken. Hè. Een toffe set. Eens kijken even. Oeh, dat is too soon, hoor, Robert. Robert heeft me een goed grapje gestuurd, maar ik denk dat we daar nog een weekje mee moeten wachten met dat grapje. Dat denk ik ook niet, kijk eens. Had hem gezien. Ja. Ik heb bewust niet gereageerd. Nee, inderdaad, ja. Maar we zullen nog een weekje wachten voor dat grapje te delen, Robert. Ik vond het wel geslaagd. Wij kunnen daar tegen. Ja, we kunnen daar goed tegen. Ja. Ah, oké, er komt toch nog een knopje. Ah ja, Chissé, die steken normaal zo. Zit er nog eens mooi naar boven? Dat is vervelend. Ja, ik heb daar nu speciaal op gelet. Is dat nu niet opgevallen? Dat die Lego-logo's mooi recht staan. Er staan wel een vettige vingerafdruk. Wat? Nu natuurlijk van onze zweethanden. Van u dan? Ik heb mij nog helemaal... Nee, van mij ook. Het is gewoon zo warm. Dat is gewoon... Ik ken niet aan dingen. Maar ik vind het wel een goede, Robert. Maar we gaan hem voor volgende week houden, denk ik. Hij is een beetje too soon, vind ik nog. Maar hij zal binnenkort wel op de Lego-groepen ook wel passeren, dus... Maar ik ga hem nu even niet delen. Het is veel geheim gedoe vandaag hier, hè? Stiekemert. Ik was uw reflex aan het testen, sorry. Oeh, dat klinkt niet goed. Oké. Okay. Ik ga hem. Man, yes. Oké. Okay. Goed van mij, hè? Prachtig. En nu? Dit. en een stekkertje, klopt. Oeh, en dan zijn we door boekje 1. Oh. En dan komen we nog een chic deel. De TV. Daar. Eens kijken. Dat is een hele interessante op de YouTube-chat, zie ik. Laat eens kijken. Wat kunnen we ermee doen? Gebruiker een time-out geven. Hoppa. De Noob is net een channel gekomen, maar die hebben we even weggeflikkerd. Ik zal hem even helemaal kicken. Gebruiker verbergen op dit kanaal. Opgelost. Zo. Zo lossen we dat ook op. Nee, blijkbaar zijn er toch mensen die zo niks beters te doen hebben dan een of andere chat te gaan flodden. Of hoe heet het. Maar Noob is verdwenen, denk ik. Geen idee wie het was. Ach daar, Noob's Other Channel. Ook handig, ook goed. Hop, adios. Ach ja. Want ze niks beters te doen hebben. Moeten ze dat weten. Hey, M&R Productions. Aha. Welcome. That's a Dutch stream today, so I'm not sure if you're gonna see everything about it. But hi! Love your channel, by the way.
Ah, dat is wel lastig hier, hè? Ja. 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 Yes. De stekker. Nice. Oeh. En ik kan hem gelijk testen. Dat is wel op zich gek, want ze steken hem hier in aansluiting 2, zogezegd. Moet dat dan ook zo, of valt je op een 1? Ik zou hem toch op 1 steken zelf. Ik zou hem op 1 steken, ja. Ja, is dat zo? Ja, ik hoor net op Twitch dat de stream stil is. Als ik kijk of de sound nog iets kan boosten, maar als het goed is, als ik kijk naar de audio hier, zit ik toch regelmatig tegen het rood aan. Dus als ik kijk of ik hem iets meer kan geven, maar nee, ik denk dat ik hem moet gaan houden zo. Want, We zullen wat luider praten. Ja, yeah, of course I know you, M&R Productions. Big YouTube channel, man. I'm just a small one, so. Oh, you speak French? Oh, yeah, we speak Dutch over here, so. Are you from Canada? Thanks for dropping by the way. So. We hebben het eerste boekje gehad, de console. Ooh. Nu komt. Kioni vraagt of je nog eens wilt klikken. Of je nog eens wilt klikken? Ja. Allee, ik ga het nog eens doen, hè. I'm gonna do it again. I'm gonna do it again. Okay. Oeh. Oeh. Dit is het gewoon, hè. Dit is vooral wat te zetten. Rustig, rustig. En nu, hop. Oeh, nice. Gek. Oeh, de stekker al los. Ja, die zitten er losjes op, hoor. Ja, maar ja, stoort niet, hè. Dus dat is wel cool, hè. Ah, dat had ook al zo'n flauw aan de vat. Oké, dan moeten we die ook maar weggooien, hè. Oké. Okay. Gaan we aan de tv beginnen. Oeh. Zakje 9. Zakje 9, ja. Ja. Ik ga even eens kijken. Even op die gaan klikken hier. Want onze meester een of andere. Ik weet niet hoe dit starter course, niet eens. Dus als je de tv wilt maken, zeker. Nee. Ja, nee, als je het wilt spelen, als je wilt dat hem interactief is, dan moet je dat doen. Plates en plates en plates. Dit wordt natuurlijk denk ik nog het beste. Hè. De console is te gek thans, maar ik denk dat dit nog iets beter wordt. Hè. Ja. Geen stream op Facebook, Anna. Hey, dat is niet goed. Even checken als het goed is. Hij staat online voor ons. Ik weet niet of het zichtbaar is. We zullen even zien of het terug werkt. Zullen we even checken. Zo. Als het goed is, zou het nog moeten online zijn. En jullie gaan even checken. Ja. Ja, als het goed is, zou dat nog moeten werken, hè. Doet jij de linkerkant weer van de pagina? Ja, dat is goed, ja. Alright. Pompom. We chat in de gaten houden hier op YouTube, want het is toch blijkbaar een flow als andere. Ah, nu heb ik 5 tips down. Geen idee waarom. Geen idee wat er hier weer aan het gebeuren is, maar. Ze zijn nu ergens in het opjagen. Ja, ze zijn hier ergens aan het doen, maar niet. We gaan gewoon gezellig verder hier. Hè. Dus. Zo. Ja. We bouwen toch lekker verder, hè? Uiteraard. Ja. Een beetje in gaten houden, ik er een paar kan uitflikkeren elke keer. Waarschijnlijk één en dezelfde. Ja, ik denk het wel, die zo'n paar kanaaltjes heeft. Een vijftal accounts. Ja, en die zich aan het amuseren is. Maar gelukkig komt het niet op de andere binnen, hè? Dus dat is ook al. Hey, Samuel, welkom. Die kennen we wel, hè? Moet hier even kijken hier.
Of dat een echte was. Bouw je heel even verder? Ja, precies op zoeken. Ik heb het ook even opschrijven. Eens kijken. Weet je, een goede site waar je zonder betaalde vers... de Lego Shop site eigenlijk. Maar dan moet je wel boven de €55 kunnen uitgeven. En dan... dan heb je gratis verzending normaal. Dus, als je absoluut gratis verzending wilt, zult je iets meer moeten uitgeven bij, bij Lego zelf. Want voor de rest, ja, briquettes, ze verkopen er niet veel plaats meer, denk ik, hè? Oké. Oh, het is 6 keer, sorry. Yes. Ik had die 3 gezien. Ja. Alright. Ja, dat is inderdaad. Als je alleen een briket nodig hebt, is het 75 een beetje veel natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Ja, inderdaad, Arvid TV. Alsjeblieft. Yes. En kijken. Ja. Nu. Duidelijk. Zo. Yes. Ja, inderdaad. Ja, briquettes zijn nogal in sommige in de Lego stores, want ze zijn moeilijker en moeilijker te vinden. Hm. Ah, 3 maanden verkoopt hem toch, ja. Ja, klopt, ja. Want volgens mij is die wel iets weer breder beschikbaar, hè. Die, The Mandalorian and the Child. Het is zo warm, ik heb het dorst. Hey Tom, goedenavond. We zijn er nog altijd aan bezig hier, dus... de NES. Of ja, nu aan de tv van de NES. Het blijft een toffe beeld wel. Dat was het. Hm? Lukt? Doe het. Brooks operator. Ja. Aan mijn andere kant zijn. Ja. Nee, dat niet, maar dat ding kan er door. Ja. Ik had ook al gezien. Hey, dankjewel DMRX, dankjewel man. Dat is eigenlijk nog redelijk basic mijn setup, maar het werkt voor wat wij willen doen. Hè. Dus dankjewel hoor. Lukt het of? Ja. Ook wel verlossing. Ja. Nou, kom. Hey Guillaume. Nee, ik heb ze niet gekregen. Ik heb ze zelf gekocht. Ja, Kioni, die nieuwe Bricks apparaat, dat is eigenlijk zo de effect, hè. Zo 2 langs 1. Zo,
we mochten wel opzetten of zie ik dat ook nog een mogelijk. Doe maar. Zou ik de volgende stap doen? Dan. Stom. Ja. Voilà. Alright. Ik heb daar niks mee te maken. Nee, inderdaad niet. Nee. Ja, hij heeft dat van mij gekregen. Lief, ah. Hè? Ben ik lief, hè? Ah. Ja, volgende week krijg ik de piano. Tuurlijk. Ja, zeker. Ah ja, maar doe ik nog zeker. Ja, dat is wel leuk. Nee, maar. Yes. Alright. Oei, oei. Nancy, dat is niet goed, hè? Dat is gevaarlijk. Zo direct een ontslag indienen. Dat anders wordt het faillissement. Inderdaad. Damn. Karakter, hè. Ja. Maar ja, je moet er gewoon voorbij rijden, hè. Je moet niet altijd binnen gaan. Ook niet, hè. Hallo David, hallo. Welkom. Ja, maar even kijken. Er straks een of andere flauwe plezante op YouTube-kanaal. Staat M&R Productions bij, de enige echte, maar ik weet niet of die zich daarmee bezighoudt met een beetje flauwekul uithalen bij kleine kanalen. Het zou een beetje jammer zijn natuurlijk als men dat deed, maar ach ja. Kindjes moeten een plezier hebben, denk ik. Ah, David Stewart, aha. Ik denk dat hem terug is. We gaan het dadelijk wel merken. Ik ben Engels. Ja, dat is wel duidelijk, ja. Ja, zeker. Ja, zeker. Maar dat is Duits, hè. Wat er... Zo. Maar ja, anders zet er elke YouTube-kant gewoon uit. En dat is het ook opgelost als het nodig is. Morgen in staat ze door de bed op biel te gaan halen. Goeie test, goeie test. Ja, je gaat gewoon de rit testen door een set aan. Ja. Dat is wel slim eigenlijk. Zien hoeveel tijd dat... Dus je moet zien hoe lang dat nu duurt, hè, Nancy. Dus je kunt dan denken, als het langer als dat weg is, is het gevaarlijk. Ja, Arvid, ja. Dan heb je al even een investering gedaan, hè. Disney Kasteel. Ja. Je hebt een stuk denk ik. Nee, ik denk dat YouTube inderdaad niet doorkomt bij jullie fonds. Nee, inderdaad, ja. De chats van YouTube komen hier niet door. Die zien wij wel, maar ik zie ze wel. Ik heb zijn aparte chatbox even open. Want, maar je mist niks vandaag. Je mist niks vandaag. Zit een volk op. Zit niet allemaal. Nee. Niet allemaal. Ja. Ah ja, of die nu drukt of niet. Ja, ik ga het s'avonds langs doen. Nu ben ik even gepauzeerd met drukken. Ik mag niet de hele tijd blijven klikken, hè. Wie zegt dat? Hey, Dries. Ah, Dries, oké, hier ook nog. Ja. Ja, de Nest is te gek. Het is echt heel tof om te bouwen. Volgens mij heb ik hem ook al... Ik heb al 3 of 4 mensen bericht gehad. Ja, omdat ik hem nu gezien heb bouwen, heb ik hem ook gekocht. Dus sorry daarvoor. ik heb nog geen nieuws van het uphuis. Nee. Dat zal, de reviewperiode begint eigenlijk pas in september. En dan beginnen ze eigenlijk pas met de reviews van alle sets die erin zitten. In die ronde. Maar ze zijn al met 25. Dus het gaat echt een hele bulk zijn die ze gaan moeten reviewen. En ten vroegste, begin volgend jaar, gaan we eigenlijk pas weten of het een set gaat worden. Maar ja, blijf de duimen, hè. Dus, ja. En de setup eigenlijk, ja, dus eigenlijk redelijk simpel nog. Ik heb gewoon hier boven ons, dat is gewoon een GoPro. Deze hier, zal ik even uitleggen. En de webcam is gewoon een Logitech. Een C930, denk ik. Maar dat is goed genoeg voor wat ik ermee wil doen, dus... We trekken onze plan daarmee. Doen we het erop zetten of wat? Ja, of het. Mocht jij doen. Dat is stom. Ja. Even kijken. Ja. Yes. Oei. Oei. Ja. Yes. Alright. Groene ronde. Druk. Dit. Ja, dat gaat nu een heel mechanisme dadelijk nog worden waarschijnlijk voor de tv. Zo. Ja, Jelle, zo gelijk wij dat hier zeggen, ze heeft u in de mot, hè. Ja, dus ja, ze heeft u in de mot, ja. Zo.
Dat stond duidelijk genoeg, denk ik. Dag Steve. Hey Steve, welkom. Die ook al gedaan? Nee, nog niet. Nee. Ja. Nu wel. Ja, nu wel. Dat is mooi. Alright. Dat zal ik ook doen. Dan zal ik dit doen. Bij hem leven. Wacht even. Die moet ik daar staan. Hier zo. Dan ga ik dan even laten zien wat hier al allemaal aan het gebeuren is. Zo. Zo. Even natuurlijk weer van binnenin veel mooie kleurtjes. Hier begint je al te werken aan het mechanisme volgens mij van het ronddraaiende stukje waar strak het zijn. Dus dat gaat nog wel helemaal tof zijn. Zal ik die twee ook nog doen? Dan doe je de volgende pagina maar. Zo. Yes. Allee, Guillaume, waar ik ze nog dan? Ah, oei. Zes. Je gaat het treintje. Zweten. Oh, ja. Ja, maar ja, heb je airco in het terrein eigenlijk? Ik hoop het voor u. Succes ermee. Dat is wel de moeite, ja. 1800 ton. Ik heb eigenlijk ook maar twee treinsets, hoor, dus dat ken ik. Ja, en dat is wel tof. Gaan we weer een tonnetje gebruiken voor de aansluiting van de tv. Dat is wel tof. Hè. Heel lang? Nee, dat is zo de coax, denk ik. De coax aansluiting. Zo. Dat is wel te gek, hè. Ah, airco wel. Dus, dat valt er wel mee, ja. Maar 1800 ton? Dat is serieus... Yes. Dat is serieus gewichtje, ja. Ah, Herbert. Cool, oké. Okay. Ja, dus ik ga met u mee duimen, jongen. Het zou het zeker te gek zijn als die er ging komen. Dus, oei, een wc niet, Guillaume. Oeh, sterkte, jongen. Ja. Oeps. Ja, ik ga... Ik ga duimen voor je vingers gekruist houden, dus zakje 10. Zakjes 10. Zakjes 10. Yes, yes. Ja. En, mooi kleurtje hier. Ik ben de kleur naam even kwijt, maar... Blauw. Ah. Ja, maar er zijn heel veel soorten blauwe. I know, I know. Jij begint? Ik begin? Ik heb het al gedaan, dat is mijn idee. Ah. Goed. Doe maar. Ah, nee. Dat is goed. Dat zit in een plate. 2x4. Yes. 2x3. Oranje. Het tweede blad doen. Dino's, yes. Maar ik heb dus blijkbaar inderdaad een paar mensen toch aangezet om een huis te halen. Heb je toch iets fout gedaan? Natuurlijk. Ja, Arvid, dat is een goed plan dat je er al voor spaart. Ja. Dus we hopen dat het dan... En als het niet komt... Zinvol is, en anders kun je een andere mooie heb zetten. Heb je inderdaad dan heel veel centjes... Gaat die zo duur zijn? Vrees ervoor. Als het nog veel lijken op wat ik ervan gemaakt heb, dan... Al die ballonnen. Ja, dat heel veel ballonnetjes zijn. Ja. Dus, zo. Tandwieletjes. Maar sparen is altijd slim. Hey, Tess, welkom. Ja, we hebben het YouTube-chatvenster even apart gezet. Want blijkbaar werkt dat niet echt zo... Handig samen met Restream. Geen idee waar dat ligt, want ik heb al vandaag al zitten eraan te prullen om het te doen werken, maar dat lukt er nog niet. Dus helaas, pindakaas. Maar ik zie dus wel de chat van YouTube, zie ik wel. Dus daar kan ik wel op reageren deze keer. En hopelijk wordt het nog eens gefixt, dat ik ze terug ook hier op het scherm kan toveren. Gearbox, denk ik. Zo, okay. Ja. Bam, bam. Ja.
soms bang om iets verkeerd te doen. Dan denk ik, ik ga nooit meer los. Uiteraard. Maar. Ja. Goed. Ja. Nee, je moet er langs. Wat? Het zwarte, je moet er langs. Dan. Weet je wat, hè? Aan de andere kant. Also, ja. Langs het plaatje. Ja. Kan gebeuren, kan gebeuren. Ik ben er vandaag zo precies niet bij. Nee, maar ook, het is warm geweest. Dat zal dat zijn. Hm? Ik dacht zo even kijken van hoe zit dat nu. Mag geleidelijk aankomen er wel, hè. Ik denk ook maar even zien. Ja. Ah, Tess, ja, we zijn er nog eventjes. Zeker nog de anderhalf uur, denk ik, ongeveer. Ik weet niet of we de hele tv gaan redden vandaag, maar we gaan zien hoe ver we geraken. Dan als is het laatste stuk nog voor zondag, zondagavond. Yes, dat is dat stuk, hè? Ja. Ja. En nu moet er dan natuurlijk tussen krijgen, hè. Dat is dus een zogenaamde gearbox volgens mij hier. En dan kun je zo mooi die tandwieletjes inklikken. Of zelfs gewoon inleggen, denk ik. Je ziet het, ik ben niet zo van de techniek, hè. Dat weet je al, hè. Tot zo thuis, veiligheid. Ja, voorzichtig op de weg. Ja, Fons, dat is een mooie combinatie, hè. Ja. Techniek en classic. Ja. Ja, ik moet ook zeggen, hoewel ik meestal niet zo fan van Technic, nee, vond ik wel het beginstuk nog goed meevallen. Dus, ja, het is uiteraard nodig om dingen laten te werken. Hè? Ja, zeker. Ja. Maar als we geen Technic kunnen gebruiken, gaat het niet draaien. Dus, maar stulletjes aan, groeit het misschien wel op mijn Technic bouwen. Dus, ja, dat is het meest. Maar op zich, dit is wel een goede combinatie inderdaad. Van, gewoon alleen gewoon Technic, hè. Echt tof. Oh, dus ik moet dat liedje. Ja, misschien moeten we even op titres overschakelen. Ik had ook alleen gezien, Nick Jensen. Ik ken hem al van zijn projecten met vooral met geweren en zo van games dat hij doet. Nee, Davy, dat mocht jij komen doen. De hele tijd het Mario-team neuren. Nee, dat gaat niet worden. Nee, wat ik zei net al, Nick Jensen, dat is zo ene die vooral game-replicas maakt van geweren, die heeft al zo de hele Duck Hunt-versie gemaakt. Ja, verdomme. Nee, die heeft... vloeken. Nee, dat mag niet. En die heeft ook zo twee zappers al gemaakt. Sorry, ik ben het even... Dus ik hoop stiekem dat hij toch een instructies gaat maken, want anders moet ik toch... heel goed mijn best gaan doen om het ons na te maken. Het was ook heel grappig, want eigenlijk was ik in de week al aan het denken van, oh ja, zo'n zapper moet wel te gek zijn om er ook bij te hebben in een lege vorm. Maar ik dacht al van, damn, dat wordt niet zo simpel. En echt, het was volgens mij geen half uur nadat ik erover nadenken was, kijk ik op zo'n Facebookgroep en zie ik zijn foto's langskomen. Toen dacht ik, ah ja, ik zal het niet zelf proberen te maken, want hij heeft het zo goed gedaan. Dat ging ik hem niet voordoen of zelfs nadoen. Dus... ik zag hem al op Instagram op polsen of hem instructies wat die mensen daarvoor zouden geven. Dus ik hoop stiekem dat ze wel komen. Want anders wordt het alleen maar lastiger. Maar ik denk sowieso, de zapper, die moet hier wel bij komen. Die wordt wel tof om te maken, denk ik. Maar, nee, ik ga dus niet de ganse tijd neuren. Sorry, Davy. Het zal nog wel een paar keer gebeuren, dat wel. Maar niet de hele tijd. Yes. Alright. Zo. Oké. Zo. Naar op tijd. Ja, ik wist dat. Ik kan goed timen. Ah ja, dat moet ik ook nog doen. Doe maar. Weet je wat ik eigenlijk al moest denken? Nee, dat kun je niet weten, uiteraard. Een dag dat wij trouwden. Hoe? Weet je nog wie we toen tegengekomen zijn? Nee. Nee, in al de biezen. Ah ja, dat is juist. Toen liepen er twee van die zotten. Helemaal verkleed. Ja. Mario en Luigi. Maar wat deed die daar? Was dat gewoon een spel als iets? Dat weet ik niet. Dat is juist, ja. Maar ik was er net aan denken. Ja, nu je het zegt. Ja, dat weet ik weer. Ja, Kione, je mocht zeker spoilen. Want ik heb ook al wat filmpjes gekeken. En nu toch binnenkort er iets mee gaat doen, heb ik toch zeker ook even wat research, zal ik het noemen, gedaan. Dus... Dus je mag spoilen, het mag.
Het is toegestaan. Leuk, hè? Dat vind ik wel altijd leuk als je zo als het mechanisme kunt laten werken. Te werken zo. Yes. Ja. Ja, maar nu zit dat er weer in, hè. Pins. Ja, je kan er wel meer die op hun rug legt die gaan slapen en snurken, hoor. Is dat iets speciaal? Nee, maar ja, dus dat had ik ook al gezien, ja. En ook als je hem zo een van die power-ups aandoet, kun je op de muur coins gaan rapen en zo. Dus, ja, dat is wel altijd lollig zo, hè. Ja. Heeft hem ook iets als je te lang wacht op hem zo zijn voet begint te trappelen of zo? Dat is dan een ander spelletje ooit gezien. Dus, zo van, het zegt, duurt het nog lang? Ja. Jij mocht. Mag ik? Ja. Dankjewel. Ja. Maar ik had vroeger geen Nintendo. Dus ik heb nooit eigenlijk Mario gespeeld. Wij hadden thuis de Sega, dus dat was Sonic en Alex Kidd. Even checken. En ik ben niet aan het opletten. Je hoort niet te slapen, hè. Dat is waar. Dat is waar. Jij zei dat hij ging liggen en snurken, hè? Ik niet, hè? Waarop? Denk ik. Ze is het echt niet, hè? Nee. Right. Eens kijken. Dit hier. Tudum, tudum. Bing, bing. Bing, bing, ja. Oh my. 2, 3. 1, 2, 3. 2, yes. Wieletjes. Dat is al voor het draaisysteem, denk ik. Hè. Duidelijk. Ja. Yes. We zijn zo stil vandaag. Ja. Maar ja, het is ook... Zo braaf. Ja, maar braaf. Ja, ja, het is ook... Jij ook braaf. Jij zit ook heel braaf, ja, jong. Ja, echt waar. Zo braaf, ja. Flinke Jelle. Ja. Yes. Alright. Onze Jelle, trouwens. Ja. Ja. Oh, wacht. Ik ben niet vergeten. Die moet ik ook zetten. Yes. Yes. Klik. Ja, klik. En klak. Ah, oh ja, dan zitten de wieltjes vast. Ja. Nou, de wieltjes die zaten al niet op de axels vast, maar dan heb ik ervoor en dan blijven ze mooi staan. Mocht dat zo goed doen. Yay! Yay! Braaf aan het kijken. Of allemaal zo heel geïnteresseerd zijn. Misschien moet je de camera zo echt zo hier zetten. Zo. Dan ziet je alles nog beter. Nee, fout. Heel flink. Goed zo. Ja, doe zo verder. Braaf kindjes allemaal. Heel tof.
Dat is goed, Nancy. Ja, ja. Laat het weten. Ja, dat is goed, ja. Plak aan de stoel vast. Met mijn benen. Klinkt zo fout. Zo. Zo. Yes. Mocht jij weer. We zijn vandaag ook wat rustiger, hoor. Ja, ja, dat is wel waar. Ja, mag, hè. Zoals we vorige week al zeiden, het zal hier warm zijn. Het is hier ook warm. Ja. En dat is toch maar de eerste dag. Zondag wordt het nog erger, denk ik. Yes. Mocht dat ook nog zo. Mocht je allemaal van mij. Je zit zo vrijgevig vandaag. Geweldig. Nu moet ik weer kijken waar ze bij zitten. Eigenlijk al een beetje pijn met mijn vingers. Ja, de kindjes zijn nu braaf, ja. Dat is juist, hè. Ik heb de laatste 2 dagen 3 sets afgebroken. Van Björn. Ja. Voor mooi op te ruimen, even. Ja, even. Maar ik voel het wel aan mijn vingers. Een beetje poetsen en dan leggen we ze mooi aan de kant. Voor een tijdje. Ja hoor, ze zijn heel braaf. Ja. Ah, dat is juist, ja. Nancy had het Disney-kasteel gekregen. Ja, dan zou ik inderdaad toch niet te veel klagen. Mooie cadeau, hè. Ja, dat is toch te leuk, hè. Maar als je inderdaad mee bent met dezelfde hobby, ja, en je vindt dat ook mooi, dan is dat al wel oké, denk ik. Hè. Uiteraard op tijd op de rem gaan staan en die nodig natuurlijk. Ja. Dat is wel een toffe deel van het begin is meer. Ja, dat is weer. Maar kindjes zijn ook vandaag rustig, dus... Ja. Het is alleen maar een beetje duct tape geweest. Voor de rest zijn we braaf geweest. Dat is het wel oké. Ja, ik was niet. Ja. Oh, ik weet het. Doe rustig. Ik weet het. Nee, dat doet nog niks. Oh. Nou, kom nu. Wordt spannend even wie dat stuk mag maken. Oh, doe maar. Ja. Zal ik even een spelletje spelen? Yes. Het geluid. Key music is dat, hè? Ja, volgens mij gaat dat toch eens komen, hè? Is dat eigenlijk nog het geluid? Geen idee. Ik luister zelden eigenlijk radio. Ja, ik ben meestal we hebben meestal de eigen muzieklijsten opstaan op Spotify. Hè? Ja, want dat is meestal radio tegenwoordig ook. Ik luister echt niet meer graag. Hè. Het is altijd zoveel op dat ik niet graag hoor dat ik toch zoiets heb van laat me zitten. Ja, qua muziek vind ik nog wel zo van, maar ik vind dat er ook heel veel gewoon gebabbeld wordt. Nu bij zagen ook wel voor de moment misschien, maar. Ja. Ik moet erop zitten. Klik nu, is niet waar. Hier zijn mijn handen. Had ik weer iets vergeten? Wacht. Ik hoor precies een hond grom. Ik ga even kijken. Eens kijken. Oeh, nu draait het wel. Nu draait het wel. Zat dat, hè? Ja, dat toch iedereen stiekem aan het verleiden om het toch naar huis te halen. Hè. Hey, draai al. Ja. Oh, ik stiekem verder. Hè. Ik stiekem verder. Ja. Zichtig op de trap, hè? Ja, dat is het. Het draait. Zie je? Hoera! Hey Lucky, goedenavond. Oh ja, daarboven moeten we ook af en toe eens kijken. Ja.
Dat je het een beetje normaal aan het doen is. Dat vergeet ik inderdaad nog wel. Deze. Nou, ik had straks al gemerkt, volgens mij zijn we toch een soort van gereed doorheen. Door een... Dat is toch de echte, hè? Kijk, ik weet niet of iemand hem kent, die M&R Productions. Dat is zo'n grote YouTuber die alle reviews doet van het set. Ze hebben zich zo gedragen, dus maar ik had echt niet het idee dat hij zo op zo'n klein kanaaltje als mij onnozel ging komen doen. Ik ga straks goed uitzoeken of het hem echt was, want ik heb even geklikt en het was hem toch. Maar Kione, je kent hem toch, denk ik, hè? Dus geen idee wat hem zich daarmee zou bezighouden om zo een... in een livestream van... Hoeveel zijn we op YouTube? Met 6 kijkers om daar flauw te gaan doen. Terwijl je toch zo'n hele fanbasis zou hebben. Dus ik ga straks nog eens echt uitzoeken of het echt zo was. Ik had er doorgeklikt en het leek toch wel echt. Maar het zou me heel verbazen dat hij zich daarmee bezig hield. Dus, maar ach ja. Dus als je de dislikes op de video ziet, kom van die richting ergens. Laat u niet afleiden erdoor. Dat zal ik ook niet doen. Dus. Ja, die naam zegt mij zeker iets. Maar ja, echt ja. Wij blijven maar rustig, hè. Ja, ik weet niet waarom die dislikes, jongen. Dat is flauwe plezante. Ja, dus... Moet maar eens terugkijken naar de chat. Het leek op de enige echte... grote YouTuber die langs is geweest. Maar gaan ze dat niet kunnen zien, denk ik. Ah, nee, ik heb de chat even, de chatbericht even gemute. Ik zal ze straks. Volgens mij heb er een paar terug aangezet. Je moet maar eens kijken moet of ze het terugvindt. Hier verder? En dan, hier nog, ja. Die twee nog. Eerst. Die twee zwarte eerst afzetten. Ja. Toch hier? Ja, hier. Dus ik weet niet waarom... misschien heeft hij de set nog niet of zo. Misschien is het daarom. Maar het was wel een beetje apart, moet ik zeggen. Maar... Badadam is next. 1, 2, 3, hier nu. Yes, die kan zo open, hè? Ja. Even kijken. Is dat ook een nieuwe blok? Ik heb hem al ooit gezien. Maar ik weet niet meer waarin. Maar hij is nog niet zo lang uit. Nee, dat is redelijk nieuw. Ik moet denken welke sets die nog... Thailand. Ja. Yes. Ah, ik heb uiteraard al veel minder blokjes in mijn handen gehad dan Bjorn. Dus ja. Vraag dat meestal dus voor de zekerheid. Ja, deze gaat erdoor. Ja, ik had hem net laten zien. Misschien de kenners... misschien dat Fons hem kent. Fons kent hem wel heel veel. Heb ik de kleine Falcon ook. Ik heb verschillende Falcons. Ik heb zo'n grote. Ik heb zo ene. Ik heb ook zo... Ja, ik heb de hele grote. Ik heb... Nee, wel geen mediums of zo, maar wel... volgens mij heb ik 3 of 4 formaten. Maar ik heb ook eens ooit zo'n hele kleine gemaakt. Ik denk dat die misschien ergens op Instagram of zo te vinden staat bij mij. Ja. Het begint echt al zo wat meer te bewegen. Ja, zo moet je dan de andere richting uitgaan. Nee, de andere richting. Deze richting. Ik weet het niet. Dat maakt nog niet zoveel uit. Je hebt straks wel eens blijkbaar één richting om hem te draaien. En anders gaat hij niet... Ja, dat merk je dan uiteraard vanzelf. Ja, ja. Is dat een stukje al af? Ja. Alright. Hier. Dank je. Yes. Je gaat toch nog wat gaan draaien, denk ik. Ja, dus, dat kleurtje volgens mij zit hem alleen in die nieuwe Technic set tot nu toe. De Lamborghini Sian. Volgens mij zit hem alleen daar tot nu toe in. Ja. Of die kleur toch volgens mij. Lime green. Is daar ook niet ooit zo'n soort quad-achtig iets van geweest? Volgens mij heeft Jonas er zo'n een... Ja, die kleur, ja, dat wel. Maar zo, volgens mij dat... Oh, dat komt van daaruit, okay, ja. Bekend, hè.
Ah, die van 70 gemiddeld. Ik heb wel niet de recentste. Ik heb die ook niet de witte gehad, maar die, de versie ervoor. Ja, zeker tof. Is wel tof, ja. Ah, kijk, dat zie je. Fons to the Rescue. Tile Modified 2x2 met Large Hole. Dank je, Fons. Ah, oké, okay, je hebt 2-1 verdedigd. Ja, dat is ook een goede keuze, hè, Lucie. Ja, dat is juist, ja. Ja, ik ging net twijfelen. Er was een twijfel tussen Steamboat Willie nog eens bouwen of de krokodil. Ja, dat is juist, ja. Ah, toch techniek? Ja, dat kan, hè. Ik zou dat leuk vinden. Ik kan wel zeggen, ik ben niet zo'n techniek fan, maar... Als jij moet er bouwen, nog, hè. Jij moet er lol aan hebben. Ja. Nog, maar inderdaad, ja, die 5 dislikes van er straks. Ik weet niet wat het was iets heel raars. We zoeken het toch wel een tweede keer uit. Maar het is nu toch rustig geworden, dus whatever. Wat is dit nog? Sorry. Ja, Nancy. Ja. Wat kunnen we zeggen? No comment. Pew, sorry. Voilà. G-slopes. Ah, welke 2-1 van techniek eigenlijk, ja. Dan ben ik toch nieuwsgierig, ben ik toch nieuwsgierig. Daar is het ook, zeg. Ja. Kom een vliegtuig over, ze moeten ons geven, dus. Ja, die is al bij de buren. Loopt de pas en de onpas over en weer, gelukkig. Wonen mijn ouders naast ons. Volgende zakje. Maar zijn ze overal thuis. Ja. De House of Bricks stunt er. Die van 800 van 900 euro. Volgens mij kan dat niet. Dat is volgens mij toch van nep dan niet. Dat is best. Die van 800 euro voor 49 cent. Ja. Nee. Dat klopt niet. Niet als het too good to be true is, dan is het meestal ook niet true. Dan is dus, het maar 49 euro, maar je gaat ze wel kwijt. Ja, dat denk ik ook. Ja. En dat want, is elke euro te veel. Ja, want je hebt verschillende van die sites die zo opduiken. Hè. En ik, Facebookgroepen waar ik in zit, daar komen heel dikwijls van dat soort berichten. Oh, is deze shop te betrouwen? Is wel heel goedkoop. En als het te goedkoop is, dan is het nooit echt. Kun je ervan uitgaan. Dus dat zou me heel straf lijken. Dat echt was, eerlijk gezegd. Jij mocht. Dank. Alright. Ba-da-bam. Maar het is uw geld, hè. Ik mag wel proberen, maar ik zou toch... Ik vind het risky. Ja, dat is juist, ja. Du-du-du-du-du-du. Yes. Oh, wie? Du-du-du-du-du. Ik was gewoon... Bouw dat mat dan ook maar af. Ah, dat is goed. Dan mag jij erop tuurlijk. Dat is goed. Whatever. Ja. Denk, ik ga even in een hoekje zitten wenen. Ik ben zo terug. Oh. Oei. Zo erg zal het niet zijn, hè? Nee. Nee, nog niet. Dag Tess, welkom terug. Hey, Tess is terug. Correctie, mama's geld, ja. Maar toch, dan zou ik toch je mama's geld besparen, hoor. Dan zo, zeker. Ja, dan zou ik toch zeker... Zeker. Hé, hey, maar ga er maar vanuit dat het... too good to be true is, ja, maar dat gaat het niet worden, denk ik. Oké. Okay. Oh, dat was toch wel een korte rit dan, Tess. Oei, met aan de kant. Nee, mijn zicht, hè. Ik had toch juist een blokje. Nee. Oh, ik moest weer aan Bas denken. Ja, weet je, ze weet het ook al, hè. Weet je nog, volgens mij vorige week nog gezegd, de 1x1 x 3.
uitvinding van Bas Brederode. De enige echte brickmaster van Lego Masters. Dus, Basti. Ah, het is van de bioscoop, ja, tof. Bij ons zijn die open. Ja, zijn deels open zeker maar, hè? Ze zijn open, ja. Denk ik wel. Maar ja. Er wordt niet dat zoveel... Zijn wel, strikt, ik denk dat er veel herhalingen ook worden gedraaid tegenwoordig en zo. En ik zag laatst ergens iets van een Star Wars film die opnieuw werd gedraaid en zo. Ik denk dat het te veel kost om nu een nieuwe film aan te kopen en dat ze daar toch... Ja, daar gaan ze zelfs verlies op maken. Ik weet het niet. Ik zou het niet weten, maar... Vermoed het zo. Het is ook zo'n tijdje bizar geweest dat ze dan niet een mondmasker moesten en dan weer wel. En nu mogen ze het afzetten om iets te eten en te drinken, maar dan weer terug op. En ja, het is een heel gedoe. Wie kan dat nog onthouden? Ik was benieuwd of dat groen straks nog zichtbaar blijft. Hè? Dat zit dan aan de buitenkant. Mooi. Dat is benieuwd. Ja, mooi ja. Ik ben niet zo gek van groen. Niet? Nee, niet zo. Yes. Maar, het wordt wel een tof formaatje zo. Even draaien dat mechanisme alweer. Mooi met die tandwielen mooi verbonden is. Het is vooral echt naar de ene kant draaien. Het is deze richting uit. Ja. Ah, ik zie al ja. En je ziet het mechanisme dat zorgt dat je niet naar de andere kant. Dus eigenlijk dit hier. Zou ik ervoor dat je naar de ene richting kunt draaien. Dat is wel cool. Ja. Ja, Lucky, ik denk dat het dan... Lucky zegt nu net, of hij thuis komt, dat hij toch nog één setje gaat halen. En welk dan best? Ja, ik ga voor de NES dan hoor. Old Trafford ben ik niet zo'n fan van, dus ik zou dan voor de NES gaan. Maar ik heb hem al, hè, dus... Ah, zo oké. Okay. Twee stoelen tussen en een rijdamp. Oeh, ja. Ja. Dat is wel gedoe eigenlijk, ja. Ja, maar ja, het is, je kunt tenminste nog gaan, hè. Dus, want, ik moet zeggen, ik ben nu wel niet geneigd om nu zoveel te gaan bezoeken met al dat gedoe, zal ik maar zeggen. Maar, het is wel een fijn ding om er zo uit te zijn, toch. Dat kan ik me inbeelden, ja. Alright. Doodoodoo. Zo. Ik heb een tof effectje hier voor de kinchkabels, wat dat heet. Ah, nee, dat er toch zo wat op te lijken, hè? Dat is wel tof gevonden. Als een orde. Ja. Oeh. Snacks. Yummy. Yummy. Maltesers. Hondjes. Maltesers. Ja. Jij mocht deze pagina doen. Ik heb al een beetje doorgewerkt. Ik moet niet te hard knabbelen natuurlijk. Kort. Nee, val nog mee. Hè. Nu nog wel. Ja. Nu nog wel. Oei, ja, dat zijn we. Dus, yes. Het wordt een bruine tv. Met een beetje zwart. Lekker oldschool, hè? Ja. Dat is eigenlijk voor geen bruine tv. We hebben een beige gehad, zo'n beeldbuis. Zo. Ja. Maar je zo het geluid ook zo moest op en af schuiven. Zo. Ja, dat is wel ook een Malteser. Tuurlijk, kom maar af. Kom er langs. Je mag er een paar hebben. Dus. Kom er nog lekker uit de koelkast. Ja. Ja, dat is meestal hier. Als er iets met chocolade is hier, leggen dat meestal in de koelkast. Ik weet niet hoe dat komt, maar het is gewoon wel, lekker. Omdat we een warm huis hebben en dat het... Ja, en sowieso chocolade. Het smelt, hè? Ja, en sowieso chocolade, want koud is lekker, dat is zo knapperig is, vind ik van. Zo. Ja. Het begint ergens op te lijken. Ja, Maltesers kennen ze toch allemaal nog? Ja. Inderdaad, we allemaal naar de snoepkast, hè? Ja. Niet? Sorry. Mooi.
Dat kunnen ze er wat tegen kunnen. Zie het maar een beetje als de reclame. Ja. Ja, dat is moeilijk zichtbaar eigenlijk, hè? Ja. Maar toch is het gewoon... Ja. Zo. Huh? Tje. Nee, dat klopt dus. Ja, dat... Ah, ik zie dat. Dit staat een beetje te weinig, te veel. Moet meer naar achteren staan. Zo, dit staat. Ha. Ja, daar heb je hier een Lego Masters kandidaat. Ik weer. Laat ze zitten. Altijd ik, hè. Niet te shoppen. Ja, inderdaad, ja, Steve. Ja. Ik had het ook opgezocht, die Easter egg. Ja. Ja, inderdaad, dat is de warp ja, naar de andere werelden. Ah ja. Ja. Ah, maar Sarah, moeten we toch overtuigen, hoor. Want meestal is zo'n chocolade in de frigo, of ja, in de koelkast heeft gelegen. En vooral ook, ja, reperchocolade is sowieso wel altijd toffer, hè. Maar de vuist op de tafel slaan. Ja, vind ik ook, heb gelijk. Ik ben de baas. Heb je dat ook nog gezien, of? Want je zit toch de baas? Nee, ik was maar gewoon... Ah, oké. Okay. Maar niet de baas. Daar heb ik geen baas. Dat was maar een grapje. Ja. Bjorn doet dat automatisch als hij is gaan winkelen. Legt hij dat allemaal mooi in de frigo. Ja. Koelkast. Yes. Je mocht die doen. Ah, ja. Allee dan. Allee dan. Ja. Chocopindas. Hm. Ook lekker. Yeah, pearl gold. Arr. Ik weet niet hoe het komt, maar als ik pearl gold zie, begin ik altijd aan piraten te denken. Niet vragen waarom. Ik kan het zelf niet verklaren. Army gold, zeg ik dan altijd. Ja. Pearl gold. Goud, ah, oké, het goud. Ja, goud. Ja, ik zag het roze. Ik was, ik was niet aan het opletten, denk ik. Het heeft roze met piraten te maken. Ik was aan het lezen wat Sarah zei. Ze altijd platte muizen moet eten. Ik snap het niet, sorry. Gesmolten chocolade of zo. Ah ja, van die gesmolten muisjes, zo chocolademuisjes. Zo hagelslag. Denk je? Ja, van die vlokken. Ja, Tess heeft ook snoepjes bij gehad. Mm-hmm. Ja, chocopindas. Ja, ik zag het niet pas aan. Mijn excuses. Ja. Bah, ja. Coronakilo's. We hebben allemaal een uitvlucht nu. Ja. Is het juist? Ja, het is juist. Hey. Ja, ik voel je zo meekrijgen de hele tijd. Ja, je moet een beetje opletten. De druk begint echt wel door te wegen. Oh ja, ook lekker. Ja. Zakje 12. Yes. Ze blijven komen, de zakjes. Zeg, ze zijn nu wel kleine maar zakjes. Ze minder... Ja, ze minder goed. Ja, klein. Maar ja, op zich. 21 in totaal, dus... Er zitten veel grote blokken en dingen. Dus, dan lijkt het minder. Ja. Of is Frans spreken? Een beetje. Maar... Ik kan het niet zo goed, dus eigenlijk waaien we dat niet zo lang. Ja, dat doet het zo, ja. Moet dat eigenlijk kunnen, maar ik zeg altijd dat is een stap die je moet gewoon zetten. Ja. En geen schrik hebben om fouten te maken, want zo leert je het uiteraard. Ja. Maar, dat is een barrière voor veel mensen. Ja. Het was ik. Ja, je mocht. Ja. Design. Of ik veel sets koop bij de release. Meestal wacht ik wel tot een goede aanbieding. Maar nu voor deze kon ik niet wachten. Wou ik absoluut de eerste dag gaan halen. Dus, ik heb er nog geen spijt van. Dus. Maar meestal wel als andere sets. Dan kijk ik wel of er een korting is. En meestal... ik wacht toch zeker 25% korting of zo. Het was ook lang geleden dat ik hem zo heb weten aftellen naar een set. Allee, aftellen. Ja. Zo enthousiast zo, was. Zo, en zo plannen van hem te gaan halen. Ja. Dus, ja, nee, is ook waar. Niet slecht bedoeld, hè, uiteraard. Ja, ja. Ja, klopt. Want Monkey King zit mooie metallic gold. Ik heb ook al binnenkort wat metallic gold in huis. Dus. Alright. Ah,
Ah, oké, Frans op school, ja. Wacht je op deeltjes bij jou of koop je vaak bij de dealer? Dat zeg ik ook, als ik even meestal wel wacht je. Ik filter misschien wel een beetje te veel, hè. Niet alles filteren. Ja, als ik een bouwbaan... Ah, jij mag die doen. Nu ga ik iets zeggen wat helemaal tegen de dingen zit. Is, maar als ik een bouwbaan kan ik geen twee dingen tegelijk. Het is raar, hè? Ik moet echt te hard opzetten. Ja, dus gaat dat ik moet dan kijken, is dat nu het juiste blok? Ja. En staat dat nu goed? En je ziet, het staat een half van tijd niet goed, hè? Ja. Ik ga niet meer veel mogen meedoen. Ja. Twee keer. Ja. O jee. 12 maal, 24 maal. Nee, je moet die linkse doen, dan ga je 10. Ja. Ik heb dat goed gepland deze keer. Hè. Dank je, schat. Ja. Ah ja, klopt. Ach, ja, Lucky. Ja, meestal ook, ben ik er ook gewend dat je zo twee of drie zakjes met hetzelfde nummer hebt. Maar hier valt dat heel goed mee. Hier is het heel rustig aan. Ik denk dat deze set ook een beetje gericht is op mensen die niet zo superveel met Lego bouwen. Ja, gewoon omdat het is Nintendo, hè, dus we zullen iets breder publiek aan willen spreken. En daarom denk ik stiekem dat ze per één zakje per stap hebben gedaan hier. Monkeyke, dus een nieuw thema, Kioni. Ja. Een nieuwe reeks van Lego. Ja, ik vind het zelf, het is ergens op... Kid from the West of zo. Het is ergens op gebaseerd op een of andere Japanse-achtige serie, of Japanse serie. Maar voor mij is het niet zo. Het is zo'n kruising tussen Ninjago en nog iets, maar het is niet zo mijn ding, hè. Maar er zitten wel heel toffe parts voorbij. Hier en daar wat toffe kleuren. Maar de set zelf ben ik niet zo... niet zelf een fan van, eigenlijk, hè. Maar andere mensen misschien weer wel, hè. Dus, Ja. Dat is een beetje gelijk die Hidden Side, of Hidden Seed, of hoe noem je Hidden dat? Hidden Side is dat, ja. Dat is zo dat spel met die app. Dat is apart weer, ja. Ze proberen nieuwe dingen uit, en dat is eigenlijk maar goed ook, hè. Ja, en op zich zitten wel heel toffe parts altijd in. Dus dat is wel tof. Blijven wel vernieuwen en zoeken naar dingen, hè. Dat kun je niet van alles zeggen. Vijf keer, twee keer, ja. Eens kijken, hè. Daar is dit ook. Ik moet even opletten. Ja, doe maar. Ah ja, oké. Snap me. Oh, wat erop zit. Ja. Alright. Ja. Yeah. Ja, dit is wel een herhaling, hè. Ik ben niet zo gek van, maar... Het is niet zoveel herhaling vandaag. Hè. Of de hele set eigenlijk niet, hè. Nu, dat valt eigenlijk dat zijn zo, mee. Ja, dat is wel een roosterje van de televisie, denk ik. Dus ja, moet ook gebouwd worden, hè. Dat is één. En dan zo nog één, dadelijk. Ja, okay. Zo, een halviertje erop. Ja, dan heb je zo één stuk van het rooster. En natuurlijk. Even een advies. Waarom moet je de garage assembly in de detective office? Ja, de diner is nog beschikbaar, maar de rest is al. Is er al uit, hij is al retired. Dus ja. Als je nog een van de retired. Als je Parisian Restaurant nog kunt vinden ergens, die zou ik zeker nog aanraden. Maar die zal best ook wel best durend worden. Ja, de diner sowieso, hè, die is er. Die is nog beschikbaar. Daar zou ik ook niet meer te lang mee wachten, want ik heb zo'n idee dat die ook al. Richting het einde gaan is, maar ja, dat is het probleem nu. Hè. De modulars, veel zijn er al uitverkocht en als die retired zijn, ja, dan vragen ze gekke prijzen ervoor. Zal ik ze ook erop zetten? Ja, doe maar. Dus goed. Zo. De ribbeltjes achter aan de televisie. Even kunnen zien. Zo. Ja. Ik zal nog eens drinken, Kioni. Speciaal voor u. Yes. Ja. Ja. Hoi. Hoi. Ik ga eventjes kijken. Ja, ik hoor het.
De rust begint te keren hier in huis. Maar dat kan ik wel langer bouwen. Zo. Ja, inderdaad, Persian Restaurant. Het is altijd wel een van de aanraders, hoor, want qua techniek en zo, is wel heel toffe dingen. Maar helaas, ja, zoals alle Lego sets gaan ze er. Tegenwoordig voelt het ook allemaal zo snel gaan, maar het is niet gewoon zo snel gaat tegenwoordig. Hè. Dat soort sets heel snel retired zijn, want ik heb sowieso de Snowspeeder nog staan, die was ook zo snel weg van de UCS sets. De Y-Wing, die is blijkbaar ook al retired, die staat ook nog boven. Ik heb ook nog niet tijd gehad voor te bouwen. Dus ja, het gaat snel tegenwoordig, hè. Meestal sets. Maar sowieso wel, Parisian Restaurant is wel. Die heeft wel 3 jaar meegegaan, denk ik. Maar ja, helaas. Dat gebeurt al sneller. Set to retire. Ja. Volgens nooit een NES gehad. Ja. Wel processoren, dat is wel grappig. Ja. Ja. Maar als je zegt, hebt mensen uitgelegd dat je toch vroeger ook al een regelijk technisch beroep had, zou ik het zeggen. Je mocht. Ja. De rust wedergekeerd. Ja. De andere. Ja. Of niet? Oei, dat is het probleem. Niet. Wat is wel het probleem? Beetje frustratie af en toe. Als het niet lukt. Ja. Om te zien vandaag, 10 euro zullen we ongeveer proberen te houden vandaag. Zo moet toch wel goed vooruit gegaan. Ja. Mm-hmm. Ja. Dat is een beeldscherm, denk ik. Of nee, dat is de achterkant. Klein. Beeldscherm komt hier aan deze kant. Ga nog één keer kijken. Ja, is goed, ja. Gelukkig niet, denk ik. Nee. Zoek. Ja. Maar ja, wat wordt er het volgende, hè? Ik ben nog altijd wachten op onderdelen. Ik moet ook zeggen, de service bij Lego is heel traag geworden. Want ik heb heel aantal parts besteld, maar ze willen maar niet aankomen. Zelfs niet verzonden worden. Dus echt nog geduld oefenen, helaas. Maar ik neem aan, ja, nu met zoveel mensen thuis zitten en ook dat in de fabrieken en zo, of in de. De sorteercentra ook, zal ik het noemen, dat het daar misschien ook extra maatregelen wordt getroffen, waardoor het misschien allemaal ook een beetje langer duurt. Maar ja, het is niet het einde van de wereld, hè, maar ja, ik had natuurlijk liever nu mijn parts gehad, maar ja, een beetje geduld oefenen, komt wel goed. Trouwens, we hebben de Sandcrawler gisteren nog afgebroken. En daar had ik ook het, ik weet niet of iedereen het kent, het probleem met de reddish brown. Ja, dat er nogal breekbaar is. Ik had zo de clips, en het zijn zo, niet hier nergens een, ja, niet direct. Zo met de, ja, eigenlijk zo'n 1x1 tile dan wel met zo'n clip. Maar die zijn echt de helft van is kapot gegaan, gewoon met het uit elkaar halen. En dat is dus het van deze kleur, reddish brown. En dat is een ziekte die ze recentelijk hebben opgelost. Maar het probleem is nu wel. Die specifieke part die ik nu kapot heb, ja, die hebben ze niet meer bij Lego, want daar hebben ze weer een ander iets de vorm van veranderd. Dus het is even af te wachten of ze nog iets kunnen als vervanging sturen. Ik hoop stiekem dat ik de originele part toch nog ergens kan krijgen van hen, maar ja, ik heb een mailtje gestuurd nu. Om te zien of ze ze willen vervangen. Oh, die van 12 juli nog in warehouse, ja, dat is wel heel lang, man. Bij mij ook eentje van 6 juli, 16 juli volgens mij. Dat is mijn vroegste. Die staat ook op een warehouse al van die dag zelf. Dus helaas, pindakaas. Maar ja, precies. Het is geen ramp, hè. We hebben nog genoeg te bouwen. Dus, ik denk dat we. De antenne. Ja. Ah ja, oké, okay, Lucky. Ja. 2 jaar geleden begonnen. Ja, dat is nog niet super lang, nee.
Ik moet zeggen, ik ben ook pas in 2016 of zo weer met Lego begonnen. Dus ik ben ook niet zo lang weer bezig, maar... Ah ja, Arvid, ja. Ja, we gaan kijken of we het redden vandaag, want het is nog best veel werk. Want vooral het mechanisme binnenin, misschien hebben we dat nog niet helemaal redden. Dan we dat nog voor zondag houden, dan hebben we daar ook nog een beetje... Tof, hè? Denk ik. Mooi, ja. Maar de televisie zelf gaan we wel afkrijgen normaal, dus... Ah ja, dan gaan we beginnen binnen beginnen. Hè. Een van de tofste dingen, hè. Er zitten weer mooie tiles in met prints, dus ik ben benieuwd. Is er flinke mop op? Ik weet niet dat hem op het circuit zit. Wat grappig, hè. 13 zegt... 13 laat dit zien, maar we gaan de achterkant van de tv bouwen. Dus kijk, hè. Ja, dus het helemaal die kleuren, dus het helemaal niet. Inderdaad, hè. Dat is gek. Was er nog een zakje 13? Nee, dat is toch... Nee. Nee, kijk. Ah, maar wacht, is er gewoon een... Ja, dat is een stokje. Oh. Ja. Gaat dat dan wel? Ja, het is 145 en ineens gaan ze gewoon over naar dit. Dus dat is waarschijnlijk vanaf 13 of zo bedoeld. Ja, maar niet uit. Jij de beurt, ik de beurt. Jij de beurt. Doe maar. Ja, doe maar. Maar ik heb de antenne gezet. Weet je dat? Sorry? Ik heb de antenne gezet, hoor. Oh, dat is goed. Dan zal ik eerst pagina doen. Ah, Tess is pas de Lego Masters begonnen, ja. Zijn er nog een paar die begonnen zijn naar Lego Masters? Nou, het is wel toch serieus gehoord. Een serieuze boost gehad. Want ik heb ook een paar keer gesproken met de brandmanager van volgens mij is Benelux. Maurits heet die. En ja, die heeft toch ook wel het gevoel dat het allemaal een goede boost heeft gehad. Dus ja, zo te beter. Maar natuurlijk is het nadeel dan ook wel dat, dat ze nu razend druk hebben ook. Hè. Met volgens mij in Amerika en zo, bepaalde releases een beetje achter. Of krijgen ze het gewoon niet bijgehouden ook. Want daar is ook Lego Masters geweest. Dat is er ook redelijk, volgens mij heel redelijk succesvol geweest. Dus, Ah ja, sorry dan. Nee, maar... Maar het is op zich heel ontspannend. Beetje creatief ook. Ja, je moest wel gewoon instructies volgen, maar... Zelf bouwen is ook wel tof, hè. En dan... daar komt dan meer de creativiteit verder uit, hè. Ja. Maar hier, ik moet wel zeggen. Waarom aan een berg, hè, met Lego bomen? Volgens mij is het er nog altijd, ja. Volgens mij is het uitgelegd. Heb je het ons uitgelegd toen ik het Simpsons House zag als set? Had ik dadelijk zo de nostalgie te pakken van, van de serie vroeger te kijken, vooral. Ik kijk nu nog soms hoor, maar vroeger wel heel fanatiek. En ik denk dat dat soort. De reden is waarom ik met Lego terug begonnen ben. Nou, daar is hij. Savino, welkom. Dag iedereen op YouTube, zegt hem. Ja, Savino, ik zie het wel. Je ziet het niet op het mainscreen, maar op de YouTube komt de commentaar wel langs. Dus, ik zie nu ook wat jij zegt. Haha. Ja. Alles in orde? Oei. Pijn aan de knie. Gaat wel over. Dacht ik, ja. Zal dit nog afwerken, mocht je de volgende pagina. Ja. Johnny, Savino voor de vrienden. Hé, Johnny. Ik ga het nog lang volhouden, hoor. Ik ga het lang volhouden, mijn grapje. Niet te schatten. Ja. Dag, Johnny. Ja, Johnny. Zijn wel welkom, hoor. Beetje nog. Maar ik ken hem persoonlijk, dan mag het niet. Ik weet niet. Dan mag het wel. Ik weet niet. Dat moet ik doen. Ja. Of je Lego Masters van Amerika? Ja. Ik had een site, maar ik weet het even nummer van buiten. En ik weet ook niet of het er nog op stond. Hoe heet dat ook weer? Moet ik eens opzoeken, Kioni. Maar ze zijn wel terug te kijken. Ik heb ze zelf ook... juist na Lego Masters, volgens mij heb ik... al die van Amerika eens even bijgekeken. Ja. Last ertussen. Oei. Zelfs ik maak foutjes. Ha! Yes. Hoe foutjes?
maakt soms ook foutjes. Heel soms. Maar de afleveringen, ja, die zijn te vinden, hoor. Van Lego Masters US. Zeker te vinden. Ja. En Savino, waarom zit je op YouTube vandaag, jong? Dat is ook anders dan anders. Verrassend, hè? Ja, verrassend, hè? Maar hij is meestal wel verrassend, hè? Twaalf. Oh, komt hier een sticker aan. Nu gaan we erover wachten. Hebben ze bijna gehad, zeker? Denk het, ja. Bestaat er geen naam voor mensen die een stickerfobie hebben? Weet niet eigenlijk. Jorn? Misschien. Oeh ja, wie weet waar een volgende keer langskomt. Misschien komt er weer een zo. Hier zo. Het kan zomaar, hè. Hopsakee. Yes. Voilà. Heel belangrijke stap. Nog een belangrijke stap. Ja. Soms moet je er wel op kloppen. Hard op die achterkant. Ja. Soms moet je er wel op kloppen. En nu, de klassieke tv. Proberen zo te houden. Spannend. Tof momentje. Ja, het is wel zichtbaar, om dat te zien. Die mooie... Het lijkt echt wel op de achterkant van een klassieke tv, moet ik zeggen. Ja. Het echt, chic. Hebben ze goed hun best gedaan. Niet zo spannend, de techniek, maar... Wel goed gedaan. Dat is goed, ja. Dat gaan we regelen de volgende keer. Dat gaan we regelen. Ja, Sabine, teraan voor de moeite, jong. Vanaf... Je mocht. Vanaf morgen... Of ja, vanaf zondag word je ook al overal herkend. Ja, en nee, inderdaad, de achterkant is echt super tof gemaakt. Ribbeltjes. Het voelt authentiek. Ik ga je teruggeven. Poink. Yes. Next. Allee, mocht er ook aan beginnen. Toch iets meer mogen doen. Vielen dank. Maar waar heb je de aflevering van Lego Masters kunnen zien? Dat moet ik even opzoeken. Ah, ik ga kijken, misschien vind ik ze daar kort in. Krijgt Savino ook nog een sms'je? Dag iedereen, dus zij heeft mij verrast. Goed gedaan. Grapjas. Hey, dankjewel, Sisybus. Ja, dankjewel, ja. We hebben daar... voor iets opzoeken, hè? Ja, dat zou ik doen. We hebben daar voor lol mee gedaan, hè. Dus... we moeten ook blijven lachen. Ja. Dankjewel daarvoor. Ja. Ik word heel stout, ik ben het heel bad. Wat? Ja. Oei, let even niet op, en ze is een hele sennenboon hier. Man. Maar het is techniek, dus ik vergeet het. Dag gedaan. Oh. Kerel, rustig. Vrouw. Man. Ja. Ja. Ik had nog niet geklikt, hoor. Blief. Allee dan. Ook lime green. Yeah. Yes, alright. Bloep. Allee dan. Techniek is toch tof. Is goed. Pioni. <Sorry. laughs> Ik heb terecht op mijn eigen mening. Nee? Dat is oké. Okay. Nu mogen we dat nog. Ja. Nu mag dat nog. Binnenkort misschien niet meer. Oh, ja, misschien we... met de nieuwe coronaregels binnenkort mogen we geen mening meer hebben. Ja, dat is misschien ook weer... Ja. Dat kan zomaar tegenwoordig. Een meningkapje op je gezicht. Als je mening een mond open doet voor de mening te geven. Dan gaat het niet. Tja. Zo. Floppie. Yes. En deze kan ook. Woep. Ja.
Tja, wat zou dit toch worden, hè? Begin eens met, hè? Voor het draaien van het beeld. Oh ja, dan moet ik nog iets doen. Zeker? Ja, dan moet ik iets doen. Voilà. Even wij. Zeker mijn geluksdag vandaag. Sorry. Ik heb een sarcastisch kantje erbij, precies. Ah ja? Ah, het was me nog niet opgevallen. Anderen wel, denk ik. Ja. Ik zal proberen niet te doen. Ah, ik denk wel. Dat ik ze wel anders moet omdraaien. Ja. Nee, kijk. Ze moeten zo met dezelfde tand. Wat? Kijk, hier staat de tand omhoog en hier moet hem ook omhoog staan. Wat? Daar staat hem ook niet in. Serieus? Ja. Jongen. Ach, wat teur. Gevorderde jongen, voor expert. Man. Daar zou ik echt niet op letten, hè. Ja, maar ik denk dat we straks anders problemen hebben. Ja, zeg je. Die groeven van die wielen moeten gelijk staan. Kijk, als je het vergeet... Hij heeft gelijk, hoor. Hey, maar kijk, als je het vergeet maar, waar, hier langs het langs uit. Je had dat gewoon al gezien. Die ook. Nee. Had dat, ik dacht dadelijk al. Ja. Ja. Kerel. Vrouw. Doe rustig, Erik. Maar dat mag niet doen. Nee. Nee? Allee, dat gaat niet. Jawel. Ja. Ja! Applaus. Pjoe! Goed werk. Haha. Ja, het wordt voor iedereen laat op de avond. En nu moeten wij... Ah, leuke stap. 60 keer. Kijk, ze dan de beurt zeker, hè? Ja. Maar dat heb ik nog wel ooit gedaan. Dus. Ik vind niet... De Wally heb ik ook zo... Ja. Jullekes. Jullekes. Rupsbanden. Rupsbanden, ja. 60 keer. Wie telt er mee? 1, 2, 3. Ah ja. 7, 9, 12. Lucky heeft inderdaad een Volvo van 1600 stukjes. Oh, helemaal daar. Oh ja, maar dat heb ik nogal van gehoord. Mensen die zo de bucket wheel excavator aan het maken zijn. En dan zo ergens halverwege dat er iets kraakt. En ze krijgen het niet opgelost. Oh, dat is toch nachtmerrie, denk ik. Ik heb zoiets altijd met klassiekere Lego. Los je dat nog wel op? Maar met techniek, dat is inderdaad volgens mij redelijk wat afbreken. Hè. Dat is ook niet zo... De afbreken en opnieuw bouwen ben ik meestal van dat soort dingen ook niet zo'n fan dan. Hè. Maar zijn dat twee stukken die aan één komen? Moet ik tellen? Nee, je moet er twee van 30, zo gezegd. Dus ik maak er elke keer van 10 en dan langs pas elkaar was. Dan weet ik dat ik mee. Oei, 3, 7. 8. Niet hard op tellen, hè. 9. 10. Haha. Dit zijn die trouwens ook die we dikwijls gebruikt hebben om alles te doen draaien. Het liftje van de kabouter was met die dingen. Het liftje en de transportband van de Polaroid ook met die dingen. Ja, we vielen ook wel in herhaling. Hè. Ah, trouwens, de waterval van Jan en Lola was gewoon hetzelfde als in onze Polaroid. Hè, dus, ja. Ah, ja, team en dag trouwens. Ah, ja, bij de Bugatti, ja. Maar inderdaad, als je dan een foutje maakt, boah, nachtmerrie. Echt, nachtmerrie. Yes. Haha, we zijn er bijna, hè. Klik, klik, klik. Dat is toch niet zo'n boeiende stap dan, hè. Zo klik, klik, klik. Maar ja, hoort erbij. Weer een zakje minder, hè. En, één deel van de chain. En het tweede deel van de chain. En dan... Oeh, ja. En dan moeten we overal van dit soort dingen maken. Ook 15 keer. Dat gaan we ook samen doen, denk ik. Hoppakee. Ja. Oeh, ja. 15 keer. Ah ja, dat is er ook... Ik weet niet. Ik heb die part volgens mij nog nooit gezien. Het is een 1x4 plate. Met pins aan de onderkant. Ja, ik was al even aan het... Televisie, even aan de kant zetten. Oh. Ja, oké. Okay. Moet ik even kijken. Ja, het is elke keer zo. 1x8. Omdraaien. En dan hierop. En al 15 keer. Boy, oh boy. Maar ja, persoonlijk valt dat nog wel... eigenlijk kunnen hier al... Ja, hier kunnen we al een wedstrijdje, maar ik heb nog eens gezegd... Thuis bouwen rustig. Ga niet speedbuilden thuis. Dat, nee.
Wie weet in de toekomst, als je eens iemand kunt uitnodigen. Ja. Ja, dan kunnen we misschien het wel eens doen. Maar niet met deze set. Je moet ervan genieten. Rustig aan. Ik heb mij al genoeg moeten haasten. Ja? En dat was nog terwijl het zoveel volk keek. Dus ja, daar klok altijd. Masters bedoelt je. Nou, ik moet zeggen, die klok, dat is toch altijd de stressfactor. Hoor. Oh. Andersom. Hoppakee. Ja, ik kan toch beginnen te versnellen, denk ik. Ja. Yes. Stoffer. Nee. Rustig aan. Nee, doe maar, jong. Rustig aan. Ik neem je dat niet kwalijk. 15 keer zelfs, stop. Ja. Maar, het valt nog mee, hè. Dus maar... het is zo geen lange stap. Het is op zich... valt het heel goed mee, hè. Ja, dat is zo goed, want ik... Zit hij onder een vuur? Ja, zit onder een vuur. Ja. Ja, kan gebeuren. Dat valt wel eens voor, ja. Ah, precies, ja, Haunted House die geeft ook wel wat chains, ja. Dat kan ik geloven, ja. Dat is dat liftsysteem zeker, ja. Dat er ook helemaal mee aan elkaar. Ja, ik toch vanuit. Ah ja, die is er ook nog, hè. Ja. Die was ik alweer vergeten. Ja. Die zal hier ook nog wel eens geraken. Zou het? Ooit. Ooit, een keer. Als we een goede aanbieding vinden voor die. 2, 4, 6, 7. En 8. Oké, ik ben er nog bezig. Yes. En dan vind jij aan die kant, dan heb ik aan deze kant. En ja, de en dan tweede. Ja, dat komt goed. Ja, de eerste. Tweede en altijd één overslaan, denk ik. Ja. Ja, het spannende klikken. En dan zullen we eigenlijk laten zien wat dat doet, hè. Zo. Yes. Zo. Dat ging vlot. Dat ging nog vlot, hè. Ja, heb wel gedaan, hè. Denk ik, ja. Nummer 16. Beetje herhaling hier, maar... Nu komen wat kleurtjes. Maar ik wil dat wel een mooie mechanisme om het draaiende deel van de televisie te maken. Nou. En hoeveel keer moeten we? Ah, dat is maar één keer. Mocht jij dat doen, de eerste mocht je doen. Ja. Dan mocht je. Hè? Ik was even aan het lezen. Ah, was je aan het lezen? Ja. Al die dan. Dat moet ook gebeuren. Ik ga een slokje drinken. Ja. Yes. Ik ben aan het denken wat dit... Ah, dat worden zo de... Ja, wat wordt het eigenlijk? Gaan we dadelijk zien. Kenningspunten of zo. Toch eens aan werken om muziek aan te zetten hier, niet? Is dat zo'n beetje niet? Ik kan stiekem in een gsm hier gaan leggen, maar... Ja, ik weet niet of ze dat... Oh, 4 keer. Allebei 2 keer. Een keer 2. 4 van die. En... 2 van die. En 8 van deze keer. Ja. Alleen. Zo. Ja. Maar dat is wel een nuttige herhaling nu, hè. Want, anders kun je het mechanisme niet bouwen. Hè. Kun je niet zonder herhaling doen, denk ik. Zo.
3 aan uw kant. Eentje hier. Ja. Zo. Dat is het al erop. Kijk. Wat verwerkt het jij eigenlijk? Voor het moment ben ik helaas werkloos, maar ik sta in het onderwijs. Dus ik heb een diploma van kleuterjuf en van leerkracht lager onderwijs. En ik ben uren aan het opbouwen. Ik werk hoofdzakelijk in het lager onderwijs. Ja. Dit schooljaar derde graad gehad, vijfde en zesde leerjaar. Ja. Maar helaas... Wat is dat in Nederland eigenlijk? Groep? Groep 8 zeker, groep 8, hè? Ja. Nee, we hebben geen airco. Nee, geen airco, nee. Hij is gewoon cool. Ik vind hem heel cool, man. Ik ben ook in my mom says I'm cool. Nee, ik... Nee, dat is niet oké. Okay. Doe het toch. Nee, ik ben gewoon cool. Ben. Dan ben ik ook ik. Nee, nee. Pop van mij. Ah, dat is ook juf, ja. Ah, tof. Haha. Ah, daarom is dat zo goed gezelschap hier. Oh, wacht even. Wacht even. Man, dat is traag. Ja, nee, nee, op het nee, gemak. Ja, dat is van Limburg. In de Limburg doen we het op het gemak. Technisch boeien. Nee, dat is ook. Ja. Maar ja, het is inderdaad juf. Maar ja, hier is het altijd zo. Ja, moet je uren opbouwen. En uiteindelijk gaat jij die bouwen. Ah, nee, doe maar. Doe maar. Doe maar. We gaan niet weg. Ga kijken, misschien komt er nu gewoon een ander kleurtje en dan moet ik gewoon hetzelfde doen. Ja, dat zal ik nu wel doen. Dat zal ik de volgende pagina al doen. Waarschijnlijk een andere kleur. Een andere kleur, denk ik. Ja. Volgens mij als het rood. Kijk, ja. Dubbel checken, ja, rood. Oh, sorry. Maar sorry, not sorry, zeg ik dan altijd. Nog iets? Ah, toch geen. Draai maar onder. Ja. Ah, wel jammer nu dat die in tile zo een andere kleur krijgt dan dat groen. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik denk uiteindelijk, dat gaat je zelfs niet meer zien, denk ik. Ik weet niet waarom het is, maar je hebt het zelfs niet meer zien. Ik heb hem ook zo in de bal misschien. Oh ja, het rood ligt hier al. Oh ja, maar doe maar, dan mag ik dus net wel... Dus je ziet het, de set is met twee te bouwen. God. Soms. Maar hangt er gewoon vanaf of je goed gezelschap kunt regelen. Of je goed kunt delen. En of je goed elkaar zo lang kunt verdragen. Ja, ja, Tess, dat weet ik. Ah, ja, klopt. Ja. Maar hier is dat ook wel het geval. Mm. Alleen nog niet zo groot om te mogen starten in september. Ja. En ja. Limburg is ook zo de enige provincie waar dat niet... Ja, in de regelgeving en zo is ook een heel verschil. België, Nederland, ja. Ja. Ik ben sinds vorig jaar in een ander net bezig. Onderwijsnet. Oeh, sorry. In België is dat heel ingewikkeld. Drie netten. Katholiek, gemeenschapsgemeente. Diploma's van kleuter en lager tellen niet samen. Dus elke regio heel telt ook nog eens apart. Heel ingewikkeld allemaal. Dus voordat je dan ooit aan je uren zit voor een benoeming. Dan zit je wel even verder. Helaas. Maar ja, op zich... Meestal maar ik doe het nog altijd graag. Ja, en je bent toch veel bezig. Hè, dus maar ik ben veel bezig. Daarom, ik krijg ook overal goede commentaar. Dus, laten we hopen dat dat zo blijft. Het zal ooit wel iets uit de lucht vallen. Komt goed. Maar komt ja. Goed. Eentje hier. En aan de nieuwe kant hier drie. Ja, ik had wel van waarschijnlijk... Ja. Ja, maar doe het, pak maar op. Ja, ik weet niet wat nog moet. Ik ga nog gewoon. Ik? Ja. Waarschijnlijk wel. Ja. Ja, inderdaad, de uren. Ja. De uren dat je voor de klas hebt gestaan. Hè, want je hebt vervangingen. En dan elk uur dat je vervangen hebt, dan bouw je eigenlijk een aantal uren op. Je moet uren verzamelen. En bij een bepaald aantal uren kan je al een tijdelijke baan krijgen. En dan na nog meer uren krijg je een vaste plek. Ja. En ja... Ik zit nog niet aan een tijdelijke baan, omdat ik constant wissel natuurlijk in mijn vervangingen. Maar ja. Dus ja. Maar. Ik ga jullie er niet mee lastigvallen. Dat is wat ik al gedaan heb. Mijn excuses. Oeh, nu komt wel iets heel... Weer een nieuw zakje. Veel tiles zetten. Ja, vlot vooruit zo, hè. Ja. Veel tiles. Ja. Zijn mooie tiles, maar het zijn er wel veel. En allemaal eenmaal eens.
Dus dat is eigenlijk zo alles recht zetten. Oh. Ja. Dat was top. Dat is even dik, hè? Moet recht staan. Ja, joh. Dat is meer, hè? Dat moest hier blijven. Zo, even een paar pakken. Vijf stuks. Ja. Ah, superman, ik ben gaan chillen, ja. Ja, werk is werk, hè? Zeker. Ik heb tussendoor ook al allerlei werk gedaan, hoor, om bezig te blijven. Ook speelgoedwinkel, bureauwerk, poetsen. Kleine tip, als ik mag. Je kunt ze gewoon zetten en dan één keer zo en zo aan staan te maken. Dat moet niet rechtstreeks daarop. Ook nee, dat moet zo maken. Ja, nee, dan moet eerst een tegeltje op. Ja. Of zo bijna zo erop ja. Zetten. Wait, en dan heb je alles op, ja. Ja, dit wordt al veel werk met tiles, maar het resultaat is ook naar, hè. En Mario heb ik ook altijd de kleine blokjes, zou ik maar zeggen. Doet je helemaal recht dan? Ja, maar ik zeg echt doe niet. Kan dat niet. Komt goed. Komt goed. Dan weet je zeker dat het goed is. Ja, als ik het zelf doe. Wat het zelf doet, doe je meestal beter. Savino weet er alles van. Als het er nog is. Alright. Die is weer gezeverd al lang. Ja, dat denk ik, ja. Ja. Ik kan wel zo'n t-shirt aan doen, hè, Savino? Oh, stop. Vijf keer. Oei. Maar dan komen we er nog. Misschien verrassen ze ons een net. Kijk wat hier staat. Allee dan. Ik doe gewoon lekker door. Dat is goed. Hier. En vijf. Hoppa. Next. Oeh. Eenmaal drietjes hebben ze ook nog vandaag, weet ik. Zo. Veel tiles, klikken. Veel tiles. Yes. Oh. Maar ze zijn redelijk goed recht te zetten nog. Dat er een plate onder zit, dus alles komt goed. Als je maar lang genoeg wacht. Yes. Klikkerieklik. Klik, dat is dan wel het voordeel als je met twee bent. Hè? Ja, het gaat dubbel zo snel om die tiles erop te mikken. Dus, aan de legoïsten. Het heeft ook voordelen, hè. Hey Evelien! Welkom! Ja, die is echt leuk. Die is echt leuk, echt waar. Zeker een aanrader. Of je wel of niet van Nintendo houdt, blijft deze denk ik wel aan te raden. Wacht, even hier zien. Nog iets anders dan eerst. Ja, doet geen maar. Ik blijf gewoon klikken hier. Ja, oké. Okay. Ja. Want hier, er moet nog iemand terug. Zorgen dat we ons niet vergeten, hè. Maar dit is inderdaad, deze is echt een moeite, Evelien. Ja. Ja, ze mag helpen, hè. Zo. Zolang ze dat fijn vindt. Nieuwe duo, hè? Bjorn en Angelique. Ja. Corneel kan er helaas niet zijn hier, dus ja. Maar ja, Corneel woont ook zo ver, hè? Ja, dat is lange afstandsvrienden, hè? Ja. Even piepen, er zit het onder. Ja. Het is wel een van mijn favoriete kleuren, medium blue. Ja. Duplo kasteel, ah, kasteel, ook tof. Leuk. Kastelen zijn ook cool, hè. Ik ga nog geen kasteel bouwen hier, dus nog gewoon een level van Mario. Samen met de kids soms. Ja. Nog niet hier nu gedaan, maar... Of ze komen soms eens bedelen voor een set aan de papa. Ja. Papa, mag ik een setje van u bouwen? Mag ik een setje van u bouwen? Mag ik met uw Lego? Dat gebeurt wel eens. Ja. Hebben ze de Voltron hebben ze samen met hun drieën gebouwd. Die hebben ze inderdaad mogen bouwen, ja. En laatst nog een aantal sets van, wat was dat weer? Van Overwatch, denk ik. Overwatch, ja. Of als zij een nieuwe set hebben... Ja. Van een Jasper heeft laatst een uitgesteld verjaardagsfeestje gehad. Hij is nu eigenlijk de trolls aan het verzamelen.
mooie kleurtjes, retro's. Heel leuke heel set. Toffe sets. Ja. Echt waar. Ja. Maar ik kan er ook heel hard van genieten om gewoon rustig in zijn eentje te bouwen. Ja. Maar hij speelt heel graag ook nog met de Duplo. Een hele grote man Duplo op zijn slaapkamer. Ja. Niet zoveel als Evelien heeft. Nee, vast niet. Belang niet. Vast niet. Maar ook wel. Dat hoeft ook niet. Ik kan er al wat, wat mooi groot van bouwen. Dus, ja. Maar er gaat vast nog wel eens een momentje komen dat een van de drie hierin zal verschijnen of meebouwen. Of... Zo. Zo. Ik zit er nog altijd mee in mijn kop, hè. In mijn hoofd. Pom, pom, pom. Pom, pom, padam, padam, padam. Kan ik er niet opzetten? Ja, dat zou toch wel mogen, niet? Ja, zoek het maar. Je hebt mijn zegen. En anders doe ik het toch. Nee. Super Mario Team. It's a me, Mario. Oh nee, crap. Dat... ja. Dat vloept er gewoon uit, sorry. Dat, Was dat een Italiaan dan? Je zegt dat op zo'n accent. Ja? Ja. Wat? Mario en Luigi? Ja, ik weet het niet. Ja, jawel. Ik vermoed het wel, maar ik vraag het gewoon. Nee, nee, nee. Ja. Jorn, ik heb nooit de Nintendo gehad. Oh ja, klopt. Nooit. Oh. Nooit. Dat kan misschien toch niet moeten wegdoen. Ja. Ja, mij het ja. Mij het schuld. Kijk eens. Mario. Ja, zalig systeem al eigenlijk. Het is heel simpel, maar... ja, met die tracks hier. Treads. Tank treads. Ja, inderdaad. Chewbacca is iets beter, ja. Nee, ik ga het niet doen. Hij heeft er nog veel. Zakje 18. Hoor. Zakje 18. Ja, ik heb nog een hele. Ik heb nog een B-carrière als het moet zijn, maar. Zo, inspreken van tekenfilm mannetjes, dat was ideaal voor hem geweest. Dat had het geweest zijn, echt. Geweldig. Ja. Mooi, wat is dat, jong? Ah, hier is dit. Ah, hier hebben we nog geen links en dan nog rechts. Ik begrijp niet wat ik moet doen. Dit? Wat is dat voor een plan? Het zijn gewoon tiles. Okay. Plakplan. Oh! Een soort mozaïekje. Is dat eigenlijk? Ja, nu zie ik het. Ah, de Lego City Zomersets, ja, ja, die kunnen best wel duur zijn. Kijk daar. Ja, hier komen de toffe tiles. Een van de toffere dingen. Oh, wacht. Dat was een goeie houden natuurlijk. Schatje. Die zijn wel echt te kijken. Ik heb al gekeken bij Bricks and Pieces, maar... Ze zijn niet goedkoop extra, anders had ik het al meteen besteld. Kijk, dat is wel super mooi. Ah, ja, dit is dan natuurlijk ook super. Geen idee wat er nu komt hoor. Dat gaat het niet worden, denk ik. die is klaar? Mario, ja. Oeh, dat is mijn favoriet trouwens. Enzovoort. Er is ook een of andere drummer die op het Mario Tune zo de hele boel ingedrumd heeft. Zo. Dat vond ik vroeger altijd te gek. Die moet ik nog eens terug opzoeken. Het is wel echt heel tof. Je hebt dus gewoon op de Mario Teams een heel drumpartij opgelegd. Moest je tijd hebben om te googlen? Nu niet, want je bent aan het kijken aan die grappen. Maar het is wel de moeite om het te zoeken, ja. Mario Drum Solo. Ik zal erover nadenken, Kioni. Ik moet dat altijd heel... Dat moet gewoon onbewust gedaan worden. Dat moet spontaan gewoon, komen. Dat moet gewoon vanzelf komen, dat ik het zelf niet kan tegenhouden. En dat gewoon
spontaan doen, maar... Maar ik ga het niet op commando. Oh, wacht, het is gewoon een stut. Oh, ik was aan het denken. Nee, doe af die muziek, hè? Nee. Ja, het is wel... Ja, maar dat is gewoon bestelling, moet je zeggen. Nee, nee. Ja, het komt goed thuis, inderdaad. Ja, alles komt goed. Ja, ja, dat is juist volgens mij, Savino, die Parijzenaar, ja. Maar die is zeker een aanrader als je van drummers houdt. En let op wat je nu denkt, want ik ben een drummer, hè, dus, of ja, amateur drummer, maar Je moet daar wel mee oppassen, hè. Oei. Ja. Dat is de dag dat... van vandaag. En mensen zo, kunnen mensen toch wat tegen, hè. Wow. Ik voel echt dat ik sneller moet. Next. Oké. Okay. Links. Ja, misschien is het toch niet zo goed dat ik muziek opzet, hoor. Want Het begint te trommelen, hè? Ja, het begint te trommelen en raar te doen. Ik moet dat wel gaan laten doen, of gaat allemaal krom en scheef doen. Oeh. Allee dan, kom, ik zal u vergeven. Ik ben er eigenlijk nerveus van, nee? Hebben ze toch geen slow versie van Mario met de muziek? Dat is toch gewoon een beetje chill muziek zo. Hey, tot ziens, Tess. Doei. Hey, Emiel, goeiedag. Dag, Emiel. Hoe is het? Vond ik vrij stereotyp naar mijn volk. Ja, Savino. Sorry dan. Sorry, ja, not sorry. Ja, moet je oppassen, hè. Ja, ja. Hey, maar Tess, de korte Lego die staat uit de handen. Tot zondag, Tess. Dag. Zullen we weer verder gaan, jongen. Oh man, het is hier warm. Ja. Oh, valt ook mee. Oh. Nee, ik kan maar nog zien. Ik smaal het weg. Dan meestal kan ik er ook tegen, maar ja. Nu niet. Want het wordt nog warmer, hè. Vandaag was het maar een opwarmertje. Padum. Ja. Het is veel aan de muziek, zoals ik het niet. Nee, het is niet dat de muziek om leger te bouwen. Filteren, Bjorn, filteren. Ja, nee, nee, bij mij is het gewoon activeren, ja. Activeren. Woep, woep. Woep, woep. Pio, pio. Bling, 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 bling. Hey, juf. Ja. Niet meer, hè, Emiel? Nee. Ga niet meer, juf. Jammer, hè. Ik ben Lego Masters, als ik een plannetje krijg. Doet jij mee met mij? Ik zal een plannetje meegeven, is goed. Ik moet nu al zo hard opletten dat ik niks verkeerd doe. Wow. Meestal vergeef ik u wel, hè. Ja, jij wel. Maar als ik dat dan voor heel Vlaanderen en Nederland moet doen... Ja, maar mensen, they love a good fuck-up soms, hè. Dus, ja, als je zo'n foutjes maakt, vinden soms... Ik hou niet zo van tv maken. Wow, dat valt ook wel mee. Ja. Eerste dag is dat heel vervelend. Tweede dag is dat ook nog vervelend. De derde ook. Maar zo na een dag of 10, dan ben je dat gewend. Dan, dan zie je ze niet meer. Maar... Moet je het wel zo lang uithouden natuurlijk. Ik denk niet dat kan. Voor Charles is dat wel gelukt. Want Wat is dat? Huh? Wat is dat voor iets? VGM. Smooth Mr. Smooth McGroove. Geen aanrader.
Super Mario 2. Ik ben echt... Ik ben bij 1 blijven hangen altijd, hoor. Het stadion van Genk, Emiel. Wat zeg je nu, joh? Weet je, het is niet met die voetbal hier, hè? Dat heb ik je gezegd, hè. En je weet hoe groot dat is. Genk. Nee, maar ik ben niet zo'n voetballer. Ik ben niet zo'n... ik hou niet zoveel van voetbal. Dus... Er is een stadion van Lego, ja. Hè? Ik ben het Manchester, ook. Manchester, zeker? Ja, Old Trafford. Nee, Old Trafford. Ja, je kunt dat gewoon kopen en het aanpassen, hè? Ja. Hangt er overal vlakjes van Genk op. Ja. Nee, maar een stadion ook zo... Dat is ook niet zo mijn ding, hè. Geen macht er. Nee. Oh, ik ga dat afzetten. Sorry. Ja, ik word er ook best geactiveerd door. We hebben het geprobeerd, ja. Hè. We tried. Sorry, hè. Dit is niet de muziek om te bouwen. Het zal andere muziek moeten zijn. Het is wel inderdaad het spel gespeeld. Dat is wel zeker, zeker ideaal, denk ik. Waar is het? Hier. Ik heb hem al gepast. Dus dat is goed. Maar het goede nieuws zou moeten zijn dat we die al wat extra hebben. Hè? Of hebben ze dat stiekem er niet extra in gestoken? Ja, hier die is al dubbel. Ja. Die wel, maar die niet. Oh. Maar jawel. Ja. Doe rustig. Nee, nu. Doe wel. Hier. Ah, yes. Ha. Gevonden. Oké, okay, je zit met het afleiden. Ja, doe ik wel eens. Dag Emiel, tot de volgende. Tot ziens. We zijn nog wel even bezig hoor. Grappig. Huh? Een van mijn leerlingen. Ja. Allee, van voorbije schooljaar. Ja. Leuk dat ze nog altijd binnenspringen. Ja. En veel plezier, dat zullen we nog wel hebben. Hè? Emiel zegt veel plezier nog. Ja, komt goed. Komt zeker goed. Jij ook. Ja. Zeg Johnny, zit je nu alleen aan het luisteren of kijkt ook? Want je bent altijd bezig over je podcast. Ja. Maar nu toch eens curieus eigenlijk. Ja, dan moet je gewoon een podcast hebben waar je altijd zakjes openmaken en zo'n Lego laten vallen. Zo. Misschien ondertussen t-shirts en een printer of zo. Geen fouten maken dan. Misprint, zeg. Ik zeg die print tiles die doen het wel, hè, met deze man. Leuk, hè? Echt de moeite. Hè? Ah, ja. Niks. Dat is oké. Okay. Ze blijven komen. Bloem. Du. Kunt je even. Nee. Aan de kant. Ik kan er niet van afblijven, sorry. Ik ben altijd zo benieuwd of er nog... Nee, er zijn wel wolkjes. Curieus dus. Wolkjes. Ja, wolkje. Ja. Ja, het zit er weer in, hè. Dat je mocht. Als het erin zit, komt het er ook uit, hè. Dat weet ik nog zo niet. Het zit er onderin. En ik denk dat we deze stap van de helft zijn. Ja, ik zie het straks al liggen. En daarachterin... Er komt nog zo'n zakje met tegels, maar het is toch nog, het blijft nog boeiend. Oh, opletten. Vergis. Hopski. Een wolkje. Een schoon wolkje. Dat is mooi. Hier wat. Het was eigenlijk zo de console deed meer zoiets van, oh yes, ik weet waar ik aan bezig ben, dat is dit en dit. Dit is ook wel leuk, maar hier heb je zoiets van... Ik vind dat wel leuk. Ja. Zeker als ik zo op het beeld kijk van bovenaf nu. Ja, als het zo... Wel heel tof als je het ziet voor mij, dat wel, ja, maar zo qua bouwen, zo, allemaal langs elkaar, mag voor mij soms iets meer... Het is meer mozaïekstijl inderdaad, iets meer techniek tussen komen, zo. Moet je al geen mozaïeken kopen? Nee, ben ik... Ja, hoewel ik ze wel mooi vind... Hier, ik heb het ook nog niet eigenlijk. Jogger. Een goede ervaring om dat even uit te testen. Ja. Oh, het zijn toch geen extra's hoor. Dat moeten we nog gebruiken. Ah, ik moet daar gewoon chocolates op zetten. Tja. Die is wel extra. Die is ook extra. Dat is gek, deze is niet extra. Die zit er helemaal op. Oh.
gedaan. En die ook. Tje. Du-du-du-du-du-du. Stop. Ain't gonna happen. Ik even goed oplaten. Ah, nee, is ook een beetje. Een mandje. Ja. En we nieuw straks ook komt zo naar het, het Mario manneke dat op het scherm. Sorry, een beetje in mijn neus. Het Mario mannetje wat zo huppelt. Oh, een tof stukje. Zes. Even denken, als we misschien de laatste drie voor de volgende keer nog gaan houden, want het is nog veel anders. Mm-hmm. Ja, het is ook al kort na 10 seconden. Oh. Dan zal ik stoten en even het andere uithalen. Ja. Jammer. Oh, sorry. Ben ik het afleiden? Ja. Ah, zie je ook wat te gek, hè? De muntjes. Dat is wel cool, hè? Waar heb je chat nog eigenlijk? Ze zijn allemaal slaapgevallen, denk ik. Want het is rustgevend. Maar het is ook woensdag vandaag, hè? Iedereen heeft. Of ja, veel hebben gewerkt, denk ik. Of niet? Ze zijn bijvoorbeeld lekker aan het genieten op een terrasje. Ja. 1, 2, maar, 3, 4, 5. Kan gebeuren. Maar we gaan ook, denk ik, deze stap afronden en dan. Vandaag even afronden. En dan houden we de laatste drie stapjes voor zondag nog, denk ik. 21. Ja. Ik heb het dan nog eens, hè? Sorry. Waar komen die 21? Oh, of hierop. Ja. Zeg maar dat te zeggen, zeker. Nee, doe maar. Hè. Doe maar. Niet te logisch leg. Ja. Ik heb stonden ondersteboven. Ja, de logos stonden niet mooi te lezen. Ik wil wel een fijne bril op hebben om dat te kunnen zien, maar... Zal ik ze allemaal klaarleggen? Oei, we zijn ook een beetje in de verkaatsen. Oké, goh, man. Ja, ziet je hoe vervelend dat je zegt? Ja, ik ben echt. Ja, ik weet dat ik vervelend ben. Zie je wel zo? Oh, is dat geprint daarop of is dat. Wat hè? Dat puntje? Nee, dat is van de mal. Zeker. Dat is hier het spruitstuk gaat erin van de. Dat is wel fout, hè? Ja. Ja, maar dat is. Kijk, bijvoorbeeld de blauwe is er ook zo. En je hebt het er net over, zodat je zo ziet waar het product, hoe heet het ook weer, het ABS, de mal in wordt geschoten. Dat laat altijd zo een vlekje achter. En ja, bij plates, of ja, bij 1x1 plates zit dat er recht bovenop. Dus dan zijn ze ook niet te verbergen, hè. Ben ik mij aan het amuseren met alle logo's al naar boven leggen? Ja, als je dat zo wilt, hè? Ja, moet je er iets voor over hebben, hè? Voilà. Ja, dat is waar, hè? Bijna. We zijn er bijna. Stapje 18 van de 21. En, dan gaan we ons, afronden. Ja, dan gaan we afronden vandaag. En dan zondag nog drie stapjes en dan zijn we helemaal rond. Ja. Ja, ik moet ik zeggen, zoals je van bovenaf kijkt, is het interessant. De kleurtjes zijn ook geweldig. Lukt het? Ja, dat zijn een ronde tile, dat is altijd een miserie, dat klopt. Ronde tiles die zitten altijd wat strakker dan het van deze. Dat is beter. En als je die dan nog wilt draaien, vergeet het maar. Dus, die zet je best van de eerste keer eigenlijk. Hoe heet het ook weer? Wat? Hoe heet die? Wat? Dat weet ik niet. Ik had gewoon een stukje. Ah, dat is een mushroom. Mushroom, oh, dat is pizza. Ja, natuurlijk. Maar wat is dit ook weer? Ik moet de termen eens opzoeken, dat is zo lang geleden. Ik heb het gespeeld, ik zeg het nog eens. Ja, hier. Schildpad. Yoshi? Nee. Dat was niet bij Mario, zeker Yoshi. Ik kan daar echt niks van. Ze gaat haar huiswerk doen tegen zondag. Ik ook dan, denk ik. Misschien. Kijk, het is allemaal. Extras. Ik zal ze even allemaal bij elkaar leggen. Ah, dat is een nieuwe vliegen. Oei. Zo.
Dus, cute, ja. Wel, bouwen misschien niet zo heel voor mij interessant is. Oh, is nee, het wel mooi om te zien. Wanneer alle extra printed tiles. Goomba! Allee, Goomba. Ja, dank u, Kioni. Goomba, verdorie, man. Goomba. Goomba. Maar. Weet hij zo? Nee, het is niet. Nee. Ik maak er gewoon iets van. Ja. Ja, het is wel. Het resultaat is wel mooi, hè? Het resultaat is er nog, hè? Ja. En nu hebben we eigenlijk nog de helft ervan te doen. En dan de voorkant van de televisie nog. En uiteindelijk nog. Ah ja, ik geloof het tafeltje waar de televisie op staat. Maar dat gaan we houden voor zondag. Voor de rest. Denk ik dat we het vandaag hierbij gaan laten. Zo mooi tijd hebben om te stoppen. Zondag doen we dan de rest. En dan hopelijk, fingers crossed, heb ik Mario in huis. En anders is dat gewoon voor de volgende keer weer. Hè. Maar we zullen zien. Ja, ja inderdaad. De slide, hè, hoe dat zo... Ja, dat heb ik zo ook. Dit, hè, zo. Dat voelt ook heel fijn, ja, eigenlijk. Ja, dat is echt tof. Hè. Die zo tik 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 tik. Zo dit zo. Heerlijk. Ja. Niet zo smooth als ik wou, maar ah, zo ja. Je moet hem zo doen, hè? Je moet hem gewoon laten vallen. Oh ja, oh ja, zij doet dat beter. Dat doet ze zeker beter dan mij. Ja. Maar nu is het zeteltjes tijd voor ons, denk ik. En ja, wie nog de rest wil zien. Dag Sarah. Ja, tot de volgende. Volgens tot zondag. Graag gedaan. Ja. Slaap lekker, Evelien. Tot ziens iedereen. Zondag, het laatste stuk van de set. En fingers crossed dat we Mario hebben. We kunnen hem heel testen. En anders moeten we dat weer de woensdag erop doen. Hè. Maar voor vandaag gaan we het hier even bij.